nagels. Op zo'n beetje iedere straathoek kan je ze tegenwoordig laten doen. Pillen. Daar kun je op zich hard op feesten, maar er zit een duister wereldje achter. We hebben het over onderbetaling, uitbuiting, illegale tewerkstelling. En we hebben het nog niet eens gehad over gevaarlijke stoffen en een onveilige werksituatie. Maar ook dat zijn issues in de nagelsalons. Crimineel drugsgeld zoekt zijn weg naar de legale wereld. Toen ik ging kijken, toen dacht ik gelijk, oh jee, dat is foute boel, dat is drugsafval. Het moest per direct opgeruimd worden. En als ik dat niet zou doen, dan zou de gemeente het doen op mijn kosten. Dit is het aantal gerapporteerde MDMA en amfetamine labs in Europa. En dit is dus Brabant. Schietpartijen, intimidaties, een drugslab in een gewone woonwijk. Mohammed, u ziet hem hier, is de jongen die eind januari werd doodgeschoten in een buurthuis in Amsterdam. Jordi Latumahina, hij werd voor de ogen van zijn vriendin en tweejarige dochter doodgeschoten, terwijl de daders een ander voor ogen hadden. Het bedreigen van bestuurders en officiers van justitie. En ondertussen het zich met crimineel vermogen aanzienlijk verrijken. Kunt u vertellen waar u nu vandaan komt? Het Safehouse. Daar breng ik de nacht door. En dan word ik opgehaald en dan kom ik hier op het stadhuis. Goed, deze avond is te kort om dit allemaal aan te pakken en op te lossen natuurlijk. Maar het is wel een belangrijk thema. Ondermijning is vanavond het thema. Mijn naam is Peter van der Geer, ik ben de gespreksleider van dit vierde debat in de reeks over de toekomst van de opsporing en vervolging. We hebben het over burgeropsporing gehad, we hebben het over publiek-private samenwerking gehad, we hebben het over big data en privacy gehad de vorige keer. En vanavond gaat het over iets wat heel dichtbij komt. Dat is tenminste een mooie definitie van ondermijning. Criminaliteit dichtbij. Criminaliteit waarvan je denkt, hé, dat komt wel heel erg dicht in de buurt. Zijn er mensen die daar ervaring mee hebben in de zaal? Die zeggen, ja, dat herken ik eigenlijk wel. Oh, als u het nog niet herkent, gaat u misschien na vanavond herkennen. Dat zou zomaar een van de opbrengsten kunnen zijn. We hebben een programma in pakweg 3 rondes. De eerste ronde is dat we zeggen, oké, laten we maar bij de straat beginnen. Wat ziet u daar? Wat gebeurt daar? Dan hebben we 2 mensen met een zeer ingrijpende ervaring. Vervolgens gaan we naar de bedrijventerreinen, waar schijnt 1/3 van de beroepsbevolking in Nederland werkt. Wat gebeurt daar eigenlijk? En we eindigen met de stad en de samenleving met een burgemeester die ook uit eigen ervaring graag even met jullie van gedachten wisselt over wat nou eigenlijk de toekomst van ondermijning en de bestrijding daarvan zou moeten zijn. We gaan beginnen, Reggery, met jou. Reggery Gravenbeek, jij bent filmmaker. Ja, dat klopt. Ben ik goed verstaanbaar? Of, Yes. Ja, oké. Okay. Prachtig. Jij hebt een film gemaakt, De Druk heet het. Ja. En dat komt omdat jij ooit, hoe oud was je? 17. Je leidde een vrolijk leven. Ja, ik raakte... Ben ik nog steeds goed verstaanbaar voor iedereen? Ja, ga maar door. Ik raakte betrokken bij een vechtpartij van een vriend van mij. Ja. En toen ik die vechtpartij wilde sussen, werd ik neergestoken. In mijn gezicht. In mijn voorhoofd en in mijn slaap. En in mijn borst. Ja. Nou, een van de wetten van de straat is dat wanneer iemand jou iets aandoet, dat je dan voor jezelf opkomt en iets terug doet. Het liefst dubbel zo hard. Niet alleen om diegene een lesje te leren, maar ook om een statement te maken. Van, met mij kan je geen grap maken. Nou, van mij werd dat dus ook verwacht dat ik een reactie zou gaan geven. Maar ik had er eigenlijk helemaal geen zin in. Ik had zoiets van, ja, ik wil geen tijd en energie stoppen in ruzies en in mensen terugpakken. Dus ik zei gewoon van, ik ga aangifte doen. Ja, vanaf dat moment kreeg ik alleen maar negatieve reacties in mijn buurt van aangifte doen. Daarmee geef je eigenlijk aan dat je je eigen probleem niet kan oplossen. Dus dat je zwak bent. Ja, ja. Dus mensen begonnen zich anders te gedragen tegenover me. En in het begin trok ik me er niet zoveel van aan. Maar op een gegeven moment ging het zo ver dat als ik ergens aangelopen kwam, dat mensen wegliepen. Als ik iemand een box wilde geven, dat ze dan hun handen niet uitstaken. Zo van, ja, weet je. Nou, toen dat lang genoeg gebeurde, bezweek ik eigenlijk onder de druk om te moeten voldoen aan hun verwachtingen. Dus toen heb ik eigenlijk wraak genomen. Maar ja, de wetten van de straat gelden niet alleen voor mij. Ook voor de jongens die me hadden neergestoken. Dus ik wist dat hun terug zouden komen. Maar ja, ze hebben me al een keer neergestoken, dus ja, hoe gaan ze nu terugkomen? Dus ik dacht, weet je, ik ga me niet laten verrassen. Ik zorg ervoor dat ik voorbereid ben. Dan ging ik een beetje vragen van, hoe kan ik mij voorbereiden? En toen werd er geroepen, ja, je kan best een pistool hebben. Maar ja, ik had geen geld voor een pistool. Dus toen ging ik naar manieren zoeken om snel geld te verdienen, om zo snel mogelijk een pistool te krijgen. En zonder dat ik het dus eigenlijk wilde of door had, maakte ik zo mijn eerste stap in de criminaliteit. Ja. Dat heeft een paar jaar geduurd. Ja, het heeft in totaal
tot mijn aanhouding geduurd. Ik ben mijn 20ste aangehouden. Ja, oké. Okay. De spannende vraag die bij iedereen op de lippen brandt natuurlijk. Ja, je bent erin gerold. Ja. Ben je er ook uitgerold? Ja, door detentie, doordat ik werd aangehouden. Oké. Okay. Ik zat er eigenlijk zo diep in dat ik niet eens meer wist wat ik moest doen. Dus eigenlijk was het gewoon wachten tot iets met mij zou gaan gebeuren of dat ik gearresteerd zou gaan worden. Oké, okay. Was je blij dat je gearresteerd werd? Eerlijk gezegd, op het moment dat ik gearresteerd werd, was ik opgelucht dat het eindelijk voorbij was. Maar toen ik 3 dagen binnen zat, had ik zoiets van, hey, weet je... Precies, hoe lang heb je gezeten? Ik ben na 6 jaar en 8 maanden met goed gedrag vrijgekomen. 6 jaar en 8 maanden van je leven? Ja. Dat is wel begrijpend. Het is een debat, beste mensen, waar ik niet alle vragen stel, maar waar je ook vragen mag stellen. Zijn er mensen nu al zeggen, nou, als ik dit hoor, dan komt de directie in mij op wat ik eigenlijk wel wil weten, wat ik wil vragen aan hem. Ja, kom maar, ja. Waar is de microfoon? Ja, dat is wel even handig voor de livestream, dat u even de vraag ook voor iedereen die thuis zit kan laten horen. Ja. Hey. Dan het verhaal horende nieuwsgierig. Inderdaad, wat is er precies gebeurd? Ik kan me voorstellen dat je niet hebt gezeten, zo lang hebt gezeten voor bezit van een wapen. Oh ja. Nee, ik rolde dus de criminaliteit in. En dat, ik ben best wel sociaal vaardig. En daardoor maakte ik heel snel goede contacten. En wat grotere criminelen hebben daar zeg maar een beetje goed op ingespeeld. Dus ik kwam toen terecht op een niveau waar ik helemaal niet aan toe was. En dat is uiteindelijk verkeerd afgelopen. Ik raakte betrokken bij een deal. En die deal is fout afgelopen. Waarbij ik dus uit noodweer iemand heb neergeschoten. Ik ben nu 33. Oh my. Dus heel aangrijpend, hè? Dat merk je al een klein beetje. Mensen ja, denken, jongen. Ja, natuurlijk. Even wachten tot de microfoon. Ja. Toen je weer uit de detentie kwam, kwamen ze toen weer naar jou toe. Ja, de wetten van de straat, die bleven natuurlijk gelden. Nou, eerlijk gezegd waren heel veel mensen uiteindelijk zelf ook in detentie terechtgekomen. Een aantal leefden nog ineens meer. En een andere groep die was een hele andere kant op gegaan. Dus die hadden gewoon hun leven op een normale manier voortgezet. Ja. Dus jij had er verder geen last meer van, als ik het zo zeggen mag? Nee, ik kwam eigenlijk in een compleet nieuwe wereld terecht toen ik vrij kwam. Dat is ook een beetje je geluk geweest misschien? Ja, achteraf gezien wel. Ben je verhuisd ook? Nee, ik kwam in mezelf de buurt terecht. Maar ja, al die, ja, die ghetto-huisjes waren nu opeens nieuwbouwflats geworden. Dus ik kwam een hele... Er was ingegrepen in de, ja, ja, in de, ja, in de wijk. Oké, okay. Right. Maar de vraag is natuurlijk een beetje wat jouw boodschap is voor ons. Want we hebben het hier over dit soort praktijken. Die gebeuren, want jij bent één voorbeeld. Hoe vaak komt dat voor eigenlijk, denk je, wat jij hebt meegemaakt? Ja, ik heb Sorry? Hoe vaak komt het voor wat jij zelf hebt meegemaakt? Jij kunt navertellen. Ik heb natuurlijk geen cijfers, maar het gebeurt dagelijks. Het komt vaak genoeg voor. Ja. Ik ben niet de eerste en ik zou ook niet de laatste zijn die onder druk van zijn omgeving bezweet. Ja. En de grote vraag is, als het zo vaak gebeurt, wat kunnen we daaraan doen? Hebt u een idee? Als u dit zo hoort, zegt u, nou ja. Nou ja, de sociale druk vind ik best wel indrukwekkend eigenlijk. Ja. Dat die zich zo manifesteert en dat je eigenlijk dan helemaal ja, alleen staat. Ja. Het lijkt me best wel een hele opgave om daarmee om te gaan. Ja, zeker als jongeling. Wat was er nodig geweest om te voorkomen dat je zou zijn bezweken onder die druk? Ah ja. Ja. Dat is nou, een oplossing. Ik denk ja, dat ik iets nodig had waar ik zeg maar met mijn verhaal terecht kon. Ik had wel op school aangegeven van hey, ik word niet meer geaccepteerd en gerespecteerd in mijn buurt, wat moet ik doen? Maar de belevingswereld van de volwassenen is niet hetzelfde als van een tiener. Dus ik kreeg elke keer van die cliché antwoorden. Ja, niks van aantrekken, kom goed. Maar ja, ik ben in mijn eigen buurt. Ik ben daar opgegroeid. Ik ken alle hoeken van de straat. Ik ken alle pleintjes. Dus ja, ik... Weet je, voor mij betekent het heel veel dat ik niet meer gerespecteerd werd in mijn buurt. Dus ik denk dat ik iets nodig had waar ik met mijn verhaal bij terecht kon komen en waar ik begrepen zou kunnen worden. Dat is nog een beetje een vaag antwoord, want ja, waar is dat dan? Hè? Waar word je begrepen? Want de buurt was jouw omgeving. Ja, bijvoorbeeld jongerenwerkers of iets, die hadden we bij mij in de buurt niet. Ja, ja. En de stap van de straat naar de politie is gewoon heel erg groot. Niemand gaat zomaar naar de politie. Maar als er een soort van tussenstation was, dan was het misschien makkelijker geweest. Waar je mee kunt praten, ja, oké. Ja. Ja, zou je bij andere jongeren kunnen herkennen, als ze onder dat soort druk waar jij onder hebt gezeten, zou je dat kunnen herkennen van buitenaf? Ja. Niet altijd. Maar soms, doe ik mijn verhalen ook op scholen en in buurthuizen. En dan merk ik wel dat ze dingen herkennen en er zelf over gaan praten.
Maar het is niet zo dat ik altijd gelijk kan zien, hey, jij staat volgens mij onder druk en het gaat niet helemaal goed met jou. Ze moeten er wel echt zelf vooruit komen. En dat is de reden waarom we deze film ook gemaakt hebben, om het bespreekbaar te maken. Om te laten zien van ja, weet je, je kan wel voldoen aan verwachtingen van anderen, maar waar leidt het naartoe? Ja. De mensen die tegen mij zeiden van ja, je moet wraak nemen en zo trots op me waren, die gingen me uitlachen toen ik in de gevangenis zat. Dus eigenlijk wat je ook doet, het is nooit goed op straat. En dat probeer ik ja, mensen ook mee te geven. Ja. Komen die mensen dan ook naar jou toe en hoe ga je er dan mee om? Wat doe je dan? Dus welke mensen? De mensen die je bijvoorbeeld je verhaal vertelt op scholen bijvoorbeeld, komen ja. Zij dan daarna naar jou toe? Ja, ze komen naar mij toe met hun verhaal en dan verwijs ik ze weer door waar ze met hun verhaal naartoe kunnen gaan. Weet je, ik werk normaal gesproken samen met een stichting Team Enkelband. En ja, ik zou hem eigenlijk meenemen vandaag, maar hij heeft het niet gered. Er waren veel ongelukken op de snelweg vandaag. Ik kon er zelf misschien iets meer over vertellen. Maar wij proberen hun stem zeg maar te zijn. Wij proberen voor hun zeg maar de tussenpersoon te zijn. Naar instanties en andere organisaties toe. Okay. Het is goed dat je zegt van oké, jongeren moeten daar bewust van worden. En als je in het onderwijs zelf met ze spreekt, dan help je daar natuurlijk mee. Nou is het interessant, we zitten hier bij een doelgroep die zelf geen jongeren meer is. Misschien beledig ik sommigen. Maar de grote vraag is natuurlijk, wat is eigenlijk jouw boodschap voor ons? Want wij zijn ook onderdeel van die samenleving. Wij zijn geen jongeren, maar kunnen wij ook een rol spelen? Of zeg je van, nou ja, dus aan jullie heb ik niet zoveel. Nou, ik denk dat het belangrijk is dat niet onderschat wordt dat hele kleine dingetjes kunnen escaleren naar heel veel grote dingen. Oké, heb je een voorbeeld dat je zegt, probeer te begrijpen wat je bedoelt. Er gebeurt iets op straat en loop je dan door of moet je maar doen? Bijvoorbeeld mijn eigen voorbeeld. Als iemand aankaart van, joh, ik heb een ruzie gekregen. Ja. Ja, niet gelijk in oplossingen denken van, ja, nee, komt goed, maak je niet druk, je moet er gewoon boven staan. Weet je, gewoon meer proberen te kijken van wat er nou precies allemaal speelt. En dat heb ik zelf gemist. Als ik met mijn verhaal ergens kwam, kreeg ik te horen van ja, trek je niks van aan. Maar zou ik niet door hoeveel het voor mij betekende om niet geaccepteerd te worden in mijn eigen buurt. Oké, dus doorvragen, waarom is het, waar ben je mee bezig en op die manier. Ja, u hebt een idee misschien. Ja, maar jij bent op een gegeven moment criminaliteit ingezogen, maar had jij geen achterban in zeg maar ouders of zo waar je mee van gedachten kon wisselen? Ja, mijn moeder was ook zo iemand van joh, laat ze gaan, joh. Ze zijn gewoon jaloers op je. Je hebt het goed gedaan. Dus zij kon zich ook niet echt goed verplaatsen in hoe ik mij voelde buiten. Want ja, binnen en buiten is natuurlijk heel anders. Thuis ben je de brave zoon. Maar buiten wil je gewoon bij je vrienden horen. Vooral op die leeftijd. Dus puber. Je wil gewoon geaccepteerd worden, stoer zijn, achter de meiden aangaan. Maar als je daar opeens niet meer meetelt, ja. Mijn moeder zegt dat niks. Die heeft zoiets van, ja, pech, weet je. Er zijn genoeg meiden, weet je. Die vindt wel andere vrienden. Dus die had het denk ik ook een beetje. Was er helemaal niemand in jouw omgeving die zei van, hey, joh, let eens een beetje op. Je gaat de verkeerde kant op. Nou, ik moet toegeven dat ik ook niet misschien ver genoeg doorgezocht heb. Omdat ik natuurlijk in mijn eigen emoties zat. Maar op dat moment had ik eigenlijk niemand op wie ik kon terugvallen. Ja. Zeg je nou eigenlijk, de politie en OM, die moet eigenlijk veel harder aanpakken, dit soort dingen. Want dit soort gevolgen zoals jij hebt meegemaakt, willen we voorkomen. Dus als er ook maar iets gebeurt, ingrijpen. Ingrijpen in welke zin? Nou, we kunnen wachten tot jij een aangifte doet, maar we kunnen ook zeggen, we gaan er wat strakker op letten in die wijken. Ja, meer toezicht had dat ook gekund, ja. Ja. Dat scheelt, want jij durft geen aangifte te geven, dan word je direct gevraagd. Maar vind je dat zelf een oplossing of niet? Om harder aan te pakken. Meer repressie aanpakken? Ja, het is niet aan mij om dat te zeggen, maar... ja, laat me zo zeggen, als er gewoon wat meer tussenpersonen zijn, dat scheelt denk ik al heel wat. Want ik denk niet dat mensen 1, 2, 3 met de politie gaan praten. Je zoekt het in de dialoog, in het gesprek. Ja. Met mensen die met die jongeren kunnen praten. Ja. Dat is het belangrijkste. Ja. Ja. We hebben over de toekomst van het OM en politie. Charles, je bent bij ons aanwezig. Of zie je nog een andere interessante oplossing? Als je dit zo hoort. Nou, ik vind het op de eerste plaats heel erg stoer dat je hier staat. En dat je je verhaal doet. Hè. Dat helpt ons om erover na te denken. En wat ik wel indrukwekkend vind, is dat je aan de ene kant twee werelden schetst. Hè. Een wereld van volwassenen met aangiftes en politie en structuren. En aan de andere kant een wereld van een puber die gewoon probeert zijn hoofd boven water te houden. Wat me het meest intrigeert in je verhaal, is dat het een tegenstelling lijkt. En dat je nu eigenlijk probeert om bruggen te slaan. En ik zou wel geïnteresseerd zijn in wat meer van dat bruggenslaan verhaal. Hoe je dat dan doet. Hè? Je zegt van, normaal werk ik samen met die stichting Enkelband. Maar hoe doe je dat nou
anders dan door je verhaal te vertellen? Ja, eigenlijk doen we dat alleen maar door het verhaal te vertellen en door de film te vertonen. Om zeg maar aan andere mensen om het inzichtelijk te maken. Want heel veel mensen, professionals die ik ontmoet, die zijn zich niet bewust van die druk die zich op straat afspeelt. Omdat ze vaak uit een hele andere omgeving komen. Dus dan schrikken ze daarvan. Dus eigenlijk door ze daar bewust van te maken, ja, dat scheelt ook al heel veel. Maar hoe maak je ze dan moedig om daar jezelf te weer tegen te stellen? Want je bezwijkt heel makkelijk onder dreiging van vriendjes. Ja, als je nergens naartoe kan, ja, dan blijft de straat enig wat over is. Ja. Dus het is onderdeel van een veel grotere problematiek misschien wel. Ja, je moet meerdere opties hebben waar je naartoe kan gaan. Ja. Als je op straat leeft en je kan nergens met je verhaal, ja, dan ga je toch proberen om jezelf staande te houden op straat. Ja, dan ben je makkelijk slachtoffer van ja, dit soort praktijken. Mijn ervaring, weet je, criminelen zijn goede amateurpsychologen, zeg maar. Ze kunnen goed op je inspelen. Weet je, en ja, daar bezwijken heel veel mensen onder. Ja, als je weet hoe je pubers kunt verleiden of onder druk kunt zetten, dan werkt dat heel goed. Ja. Het is wel droevig, hè, want als er niet nu is, dan gaat dit nog een tijdje door, denk ik. Ja, het is tot de dag van vandaag. Je bent ook maar in je eentje, toch? Ja. Ja, precies. Ik heb nog een vraag, hè. Je had het over straatcultuur en niet elke wijk of elke stad heeft dezelfde sterke straatcultuur. Kan je nog iets schetsen over waarom bijvoorbeeld in jouw geval die straatcultuur zo dominant is? Terwijl als ik in Wassenaar op zou groeien, dan heb je misschien helemaal geen straatcultuur. Zit er nog wat achter? Heb je witte borden jongeren daar, hè? Dat is anders. Ja. Heel anders. Nou, ik denk sowieso dat Wassenaar en Rotterdam-Zuid niet echt met elkaar te vergelijken zijn. Ik denk dat er in Wassenaar misschien een hele andere soort druk is. Misschien is daar een druk over wie de beste opleiding doet. Ja, dus een scooter. Ja. Ja. Maar die krijg je dan van je vader misschien. Ja. Ja. Er is ook een burgemeester onder ons. Ja. Herkent u dit probleem? Ja, ik herken het. Nou, stel jezelf even kort voor. Ik ben Anton Edelveen, burgemeester in Valkswaard. En ik herken het uit de tijd dat ik hier in Amsterdam in Nieuw-West wethouder was. Die straatcultuur. Dus ik ben ook wel even benieuwd. Maar als jij nou een vertoning hebt van je film op school en je praat met jongeren en die komen naar je toe, heb je dan ook de indruk dat dat iets doet met die cultuur die ze met elkaar in stand houden? Ja, dat denk ik wel. We proberen ze van, kijk, de jongeren die worden heel erg opgehyped door dingen die ze op internet zien en in films zien. En dat proberen we ook te doorbreken. Ook bijvoorbeeld het snitchen, weet je, dat is ook iets dat helemaal uit zijn verband is gerukt. Maar dat kennen wij niet, snitchen. Ja, snitchen. Ja, zeg maar, als ik en Peter een overval plegen en ik word gepakt en Peter niet, en ik vertel aan de politie dat hij erbij was, dan snitch ik hem. Maar als ik bijvoorbeeld gewoon een buschauffeur ben en ik zie iets gebeuren op straat en ik vertel de politie wat er is gebeurd, dan doe ik gewoon mijn burgerplicht. Dus we proberen mensen ook uit te leggen dat niet alles snitch is. Want snitch wordt heel erg uit zijn verband gerukt. Soms zijn jongeren bij problemen betrokken of hebben ze iets gezien. Ja, ik ga niet snitchen. Ja, maar wat is snitchen? Wanneer ben je een snitch? Je bent eigenlijk alleen een snitch als jij in een bepaalde als je een bepaalde levensstijl leidt. Als je ergens bij betrokken bent. Maar als jij niks mee te maken hebt, dan doe je gewoon je burgerplicht. Dan kan je gewoon met de politie praten. Ja, ja. Maar wij kennen dat ook wel, hoor. Dat je buurman een beetje verlinken, dat doet ook niet iedereen graag en makkelijk. Als hij een hennepkwekerij heeft. Maar heb je nou antwoord op je vraag? Want je zocht misschien iets. Ja, ja, ik vind het al fijn dat jongeren daar zelf over door gaan nadenken. Maar waar ik ook wel benieuwd naar ben, ook gezien jouw ervaring en mensen die je ontmoet. Wat maakt het nou dat die cultuur zo dominant is op straat? En wat kunnen we daar aan doen om dat te veranderen? Ja, de cultuur veranderen, dat zie ik niet snel gebeuren. Dat gaat altijd blijven. Maar als het wat duidelijker wordt, dan kan je er misschien wat beter op inspelen. Waar je misschien een beetje kan bijsturen. Ja, een paar vragen. Schooluitval. Zat je nog op school toen dit allemaal gebeurde? Uiteindelijk heb ik school laten zitten. Dus dat speelt ook een rol. Dat gebeurt al, ja. Kans op werk? Ja, als je snel geld gezien hebt. Weet je, pistool kostte die tijd 1200 euro. Ja. Had ik binnen een week verdiend. Ja, dan ga je niet meer vakken vullen of zo. Nee, precies. Nee. Dus dat zijn omstandigheden die het... Ja, je moet eigenlijk voorkomen dat iemand die stap zet de criminaliteit in. Ja, maar dat is precies de vraag van, wat is daar nou voor nodig? Ja. Ik woon in een stad, Utrecht. En mijn zoon, die is 14 en die voetbalt met veel jongens uit Kanaleneiland. En op dat microniveau zie je al, bijvoorbeeld als ze op een veld gaan, dan zie je sommige ouders al reageren op de jongens. En ze reageren anders dan op bijvoorbeeld mijn zoon, dan andere jongens. Dus
Het is ook wel, je kunt wel vragen, die cultuur wordt dus ook wel in stand gehouden door hoe andere mensen op wij, groepen... Ja. Ja. Dat zie ik wel heel sterk in mijn persoonlijke omgeving. Oké, dus ouders spelen ook een rol daarin? Nou, ouders, groepen, andere wijken, andere doelgroepen. Dat zie ik wel heel sterk. Maar het is een, cultuur is een breed begrip, dus ik weet niet welke gedeelte... u het nu over heeft. Kijk, het is ook wel. De cultuur wordt ook wel in stand gehouden. Omdat je je ook wel veilig voelt. bij de mensen die je kent. En als je natuurlijk mensen vrij negatief op je reageren. Dan blijf je ook wel, denk ik. Oké, je voelt je een beetje een paria. Of je veroordeeld. Of je voelt je minderwaardig. Omdat andere mensen snel over je. Nee, ja, en dan ga je andere wegen zoeken. Ja, dus had je daar ook een beetje last van? Dat je wilde laten gelden? Ja, op een gegeven moment wel. Ja. Toen ik niet meer geaccepteerd werd. Ja. Toen op een gegeven moment de knop met mij omging, had ik wel zoiets van, oké, nu ga ik wel laten zien van, dit gaat mij niet meer overkomen. Ja. Dus ik had toen wel een beetje bos vooruit. Dus ik wel zien van, oké, één keer gestoken, maar nu nooit meer. Ja, oké. Zijn er mensen die nog vragen hebben? Ja. Ja, aan die kant. Ja. Hoi, mag ik nog even doorvragen over de straatcultuur waar je over vertelde? Want je gaf aan met name groepsdruk en groepsdwang. Maar kun je bij jezelf of bij andere mensen ook nog andere motieven zeg maar, herkennen? Dus redenen om in criminaliteit te gaan. Bijvoorbeeld net noemde je wel heel kort snel geld verdienen. Maar respect en status... Hoe zit het dan daarmee? Is het bijvoorbeeld zo dat er dat werken voor geld wordt gezien als dat je dan een sukkel bent? Of dat sommige bankjes heel lage status hebben? Ja, kijk, tegenwoordig heb je vloggers en allerlei artiesten die een bepaalde levensstijl imiteren, zeg maar. En met horloges staan te zwaaien op internet en zo. Ja, dat krijg je niet met een normale baan. Dus ja, dat zijn tegenwoordig de rolmodellen. En mensen proberen zich daaraan te spiegelen. Dus ja, dat is sowieso de meest voorkomende motief om de criminaliteit in te gaan. Die mensen willen niet zo braaf worden zoals wij hier zitten eigenlijk. Ja. Ja, kom op zeg. Wat lijkt op een vlogger, ja. Wil je wat zeggen of niet? Oké. Right, help, ja. Ja, dus toch wel ook geld eigenlijk als belangrijkste motief. Ja. Ja, dat is voor alle tijden. Dat is niet alleen van nu. Geld is altijd de grootste motief geweest. Maar zolang er dus snellere manieren blijven om geld te verdienen, zullen we die straatcultuur ook houden. Dat... Ja, kijk, het is niet zo dat straatcultuur alleen maar per se met snel geld te verdienen heeft en dat het alleen maar criminaliteit is. Er zijn ook veel andere goede kanten, zeg maar, aan straatcultuur. Zoals? Ja, elkaar onderling uitdagen met voetbaltoernooitjes en weet ik veel wat. Dus het is niet alleen criminaliteit. Ja, maar na vanavond denken ze zijn nu aan het voetballen, maar straks doen ze wat anders. Nee. Dit is toevallig een negatieve gedeelte die er soms bij komt kijken. Maar het is niet alleen maar criminaliteit en vechten en drugs en geld. Ja, en toch hebben we allemaal het gevoel van, ja, je zou willen voorkomen dat zo'n voetbalpartijtje op een gegeven moment ontaart, toch in iets anders. Ja, maar wie gaat dat, hoe kan je dat tegenhouden? Nou, dat is dan wel de vraag van de avond, nog steeds. Nee, het is gewoon van, dat als het een keer fout gaat, dat je er wel overzicht over hebt. Ja. Is dat voldoende vanuit de overheid en OM, dat je zegt, nou, als het fout gaat, moeten we snel ingrijpen, maar we gaan niet die hele straatcultuur proberen te beïnvloeden, want dat lukt natuurlijk niet. Ja. Worden in repressie en de knoet erover en happen en daar gaan we. Maar je hebt liever dat we het voorkomen. En je zei in je inleiding even, er was ook bijvoorbeeld niemand van jongerenwerk in die wijk. Nee. Had dat iets veranderd? En hoe zit dat nu? Ja, ik zie nog steeds niet echt veel jongerenwerkers. Ik denk dat dat wel een verschil maakt. Weet je? Ze zitten in de wijk en op een gegeven moment krijg je ook een band met die mensen in de wijk. En die hebben ook vaak overzicht wat er ongeveer speelt. Dus die jongeren hoeven dan nog ineens zelf iets aan te kaarten. Zo'n jongerenwerker die kan zelf ook zien van, hey, volgens mij gaat het daar in die groep niet helemaal lekker. En het dan bijvoorbeeld bij de wijkagent leggen. Ja. Van, hey, kan je misschien op dat groepje een beetje meer gaan letten. Okay. Maar zorg dat je ertussen zit eigenlijk. Ja. Ja, ik wilde eigenlijk nog even terug naar waar we het net over hadden. Excuus daarvoor. Je had het over status symbool. Je hebt het over geld verdienen. De meneer had het daar ook over. Kan jij een paar specifieke dingen benoemen waaruit blijkt dat mensen ergens status aan verlenen?
Is dat aan een bepaald merk trainingspak? Is dat aan een bepaalde horloges? Wat, begrijp je wat ik een beetje bedoel? Waar moeten we op letten? Wat zijn de signalen waar je op dat status op let? En waar verleen je dan die status aan? Goeie vraag. Ja, ik denk dat het vanaf voordat ik geboren was al zo was. Dat als jij met een Ferrari komt aanzetten, dat mensen naar je opkijken van zo, kijk eens. Dus ja. Maar je begint niet direct met een Ferrari, toch? Nee, maar ja, nu is het bijvoorbeeld horloges en bondkragen en sieraden. Maar, ja. Maar waarom vind je het belangrijk om te weten? Want je kunt een beetje voorspellen wat het is eigenlijk. Maar... Nou, ik wilde graag weten, met de achtergrond van, weet je, mensen hebben het over geld verdienen. Want we hadden het over snel geld, dus je wil snel geld verdienen. Ja. Kijk, op een gegeven moment, ik wil graag snel geld verdienen omdat ik bijvoorbeeld op vakantie wil. Of omdat ik een huis wil kopen, omdat ik met een grote tuin eromheen wil zitten, bewijs van. Wat je wel vaak ziet in wijken is dat er heel veel jeugd zich vooral leent op een snel geld verdienen om een scooter te kopen of om een horloge te kopen of om een trainingspak. Maar weet je, de handel in, laten we even zeggen, over drugs bijvoorbeeld, blijft doorgaan. Dus de jongens verdienen steeds meer geld. Dus waar blijft dat dan? Want op een gegeven moment heb je de status, die heb je. En waar wordt dan, wat gebeurt met het rest? Wat doe je met de rest van het geld? Ja. Ja, je kan daar geen antwoord op geven wat mensen met hun geld doen. Dat wat gebeurt daar in jouw omgeving? Ja. Wat als je terugkijkt naar jouw omgeving, ik neem aan dat je misschien wel voorbeelden kan. Zelf voorbeelden hebt uit de praktijk. Ja, in mijn tijd was het meer merkkleding en dure schoenen, ook een beetje horloges. Ja. Telefoonwinkel beginnen, witwassen. Nee, dat deed ik niet. Oh, dat deed ik niet. Nee, oké. Ik heb een vraag over. Vaak denken wij dat het enorm zou helpen als we dat gewoon afpakken. Nou, we leveren dat horloge maar in en die schoenen en Golf GTI en weet ik veel wat allemaal. Zou dat daadwerkelijk helpen of breng je dat er alleen maar toe om nog harder meer geld te verdienen? Nou, volgens mij bestaat die plukswet al heel lang en ik heb niet echt het idee dat het mes afgeremd heeft. Dus nee, we doen het niet zoveel, maar we denken er wel veel over. Hè? Dus voor mij is even de vraag, stel dat we het zouden gaan doen, denk je dat het zou helpen? Ik zelf denk het niet, maar ja, wie ben ik? Maar waarom denk je dat het niet werkt? Omdat er altijd wel manieren gaan komen om regels en wetten te omzeilen. Je zoekt dan weer nieuwe manieren om toch weer die spullen te krijgen? Ja. Ja, oké. We gaan een beetje afronden. Als iemand nog een hele prangende vraag heeft en graag iets wil weten. Oké. Wat daarachter en daar. Ja, heel goed. Ja hoor. Ja, Stichting Enkelband. Team Enkelband. Sorry? Team Enkelband, oké. Okay. Ja. Ik zie stichting staan, maar goed. ik lees wel wat ik zie. Even kijken, je hebt het een en ander meegemaakt, best heftig. Behoorlijk heftig, als ik even heel eerlijk mag zijn. Je geeft presentaties aan jongeren, op scholen onder andere. Ja. Wie zijn je samenwerkingspartners? De WAG, reclassering, stichting DOC, TOS. Ik weet niet of jullie hier in Amsterdam DOC hebben. Is dat landelijk of... Goed, daar komen we snel achter. Ja. De WAG, DOC, Reclassering. heel veel jongereninstanties in Rotterdam-Zuid. Heb je erover nagedacht om met de gemeente in gesprek te gaan? Want ook die doen volgens mij wat aan criminaliteit in de wijk. Nou, de gemeente heeft geholpen om de film te financieren. Dus de gemeente die helpt ook wel mee. We hebben ook een paar keer via de gemeente gesproken bij evenementen. Nou, eigenlijk misschien ook wel de vraag, zijn er nog partijen met wie je heel graag zou samenwerken, die nu nog niet met jou samenwerken? Ik wil met alle partijen samenwerken. Ik zeg het even gewoon zo precies. In breed. Oké. Nou, voor me heb je vandaag het idee en het plan en de ambitie die je hebt en waar je allemaal bezig bent weer eventjes heel duidelijk gemaakt. Voor jou een hartelijk applaus, dankjewel. Okay. Ja, heel goed. Je bent alweer gefilmd vanavond, maar het was met op voorbedachte raden, toch? Ja, precies. Oké. Oké, dankjewel. Maar we hebben nog iemand die ook heel erg op straat eigenlijk merkt wat de gevolgen kunnen zijn als de criminaliteit heel dichtbij komt. Als de onderwereld een beetje in de bovenwereld terechtkomt. Hij is al 22 jaar misdaadsjournalist. Paul Vughts, welkom. Ja. Het ging lang goed en toen ineens zat je in een safehouse. Dat moet je even vertellen en je hebt ook een vraag aan ons volgens mij. Ja. Ja, nou ja, de vraag is even heel kort te schetsen wie ik ben. Ik werk 22 jaar voor het Parool. Ik ben 44, dus het is ongeveer de helft van mijn leven dit jaar. Omdat ik jong begonnen ben aan mijn stage. Ik schrijf sindsdien eigenlijk al over ondermijning.
toen het woord er al lang niet was. En ik zal over ondermijning schrijven als het woord straks weer weg is. Want die modekreetjes die waaien altijd wel weer over. Maar het fenomeen zwaar georganiseerde misdaad en de manier waarop de zwaar georganiseerde misdaad ingrijpt in de maatschappij, dat is een belangrijk onderdeel van het werk dat ik voor het Parool doe. Ik schrijf af en toe eens een boek en mijn recentste twee boeken gingen over straatcultuur en over met name wat ik zag dat de oude Hollandse netwerken, Willem Holleder en iedereen die iedereen hier al kent, dat die langzaam vervangen werden in met name Amsterdam, omdat Parool over Amsterdam schrijft, is Amsterdam voornamelijk in mijn blikveld en in mijn het onderwerp waar ik over schrijf. En die laatste twee boeken die gingen over heel jonge jongens die ik snel zag radicaliseren in de misdaad. Radicaliseren als in de een gaat naar IS, maar de ander gaat van een stomme straatroof ineens over tot extreme excessief geweld zoals liquidaties. En weer terug naar een stomme straatroof. Eén boek verscheen in mei 2014, dat heette Doorgeschoten. Het werd gepresenteerd op de dag dat een van de roverhoofdmannen hier werd geliquideerd, 's avonds. Dus de presentatie van het boek was, en dat eindigde een beetje met hem. En hij werd die dag geliquideerd. Kon ik met een stuk in mijn kraag vanuit de borrel naar de plaats delict. Het recentste boek, Afrekeningen heette dat, borduurde daar een beetje op voort. En dat ging over hoe dan uiteindelijk zowel de onderwereld met elkaar afrekende op straat, liquidaties op elkaar pleegde. En hoe in de rechtszaal met juist weer die verdachtes werd afgerekend. Dus afrekening had twee betekenissen. Nou, door mijn artikelen in het Parool en dat recentste boek dat ik had uitgebracht, zagen bepaalde criminele groepen binnen de, laat ik zeggen, Marokkaans georiënteerde, de misdaad waar veel jongens van Marokkaans origine figureren, die zagen dat ik meer wist dan ik schreef. Ik had het vrij intelligent opgeschreven, vond ik zelf, maar ze waren toch beter in begrijpend lezen dan ik had gedacht. En zij kon lezen dat ik meer wist over achtergronden van liquidaties en wie dat gedaan hadden, dan zij dacht dat bij de staat, bij de opsporing bekend was. En toen is besloten mij uit de weg te ruimen, als risicofactor. Je moet het zien in een context dat er grote paniek was, omdat er allerlei versleutelde berichten uit PGP-telefoons, smartphones, waar ze allemaal alleen maar mailtjes mee kunnen sturen, maar ze dachten deze communicatie die zal nooit gekraakt worden door de overheid, zal nooit onthuld worden. Juist in die periode werden de servers in beslag genomen, uitgelezen. En die heel concrete communicatie tussen die groepen die over liquidaties communiceerden, die was wel leesbaar. Grote paniek. Je kon gewoon lezen, Jantje werft Pietje voor een moord en Fred betaalt het. Hij heet natuurlijk niet Jantje, Pietje, Fred. Oh. En dat is nog steeds is dat nu een bron van enorm paniek in het milieu. Daarnaast leefde de grote vrees, en die was terecht, dat er een kroongetuige op zou staan. Lang was gedacht, juist binnen de Marokkaanse culturen, criminele culturen, dat er geen snitjes zouden zijn. Wij doen zoiets niet. Maar langzaam kregen die grote groepen wel door dat ze het zo ver hadden doorgedreven dat uit hun eigen organisaties mensen zo in paniek waren dat met hen zou worden afgerekend, dat ze gingen snitchen en er was een kroongetuige in de maak. Dat wist zij al lang. De overheid denkt altijd dat het in het geheim kan, maar dat wist ze al lang. Dus je had drie dingen van paniek. Je had die versleutelde berichten die werden onthuld. Je had die kroongetuigen in aanbouw. En je had Paul Fuchs, die schreef dingen. Als dat bij de opsporing terecht zou komen, dan zouden mensen gearresteerd worden en levenslang kunnen krijgen. Want het ging over meerdere liquidaties tegelijkertijd. In augustus 2017, dat recentste boek was in juli gepubliceerd. Augustus 2017 begon dat te spelen, was die moordopdracht en die werd mij bekend. Uiteindelijk werd die ook weken later bij de staat bekend. Ik ben geen loodgieter, ik kan ook niet snitchen op mijn eigen manier, want ik heb mijn bronnennetwerk en mijn onafhankelijkheid te bewaren. Dus ik kon er verder. Ik was zelf wel mee proberen weg te nemen, maar het radicaliseerde, het escaleerde steeds verder, waardoor uiteindelijk in oktober 2017 het niet anders kon dan het zeer klemmende en dringende advies van mensen van de overheidswegen opvolgen om acuut uit de huis te gaan. Toen ben ik gelukkig geen kinderen, maar wel een vriendin. Mijn vriendin en ik zijn uit huis gegaan. Eerst even verschillende hotels en zo. Uiteindelijk tot het safehouse klaar was. En toen naar een safehouse. En zijn we een half jaar hebben we in een safehouse gewoond. En ben ik beveiligd door de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. Die doet bijvoorbeeld ook Koningshuis, Wilders, dat soort gasten. Dus als ik hier dan kwam, dan waren de jongens erbij. En dat is best wel ingrijpend, omdat je bent uit je eigen huis. Ik heb het huis uiteindelijk ook verkocht.
Omdat het huis heel bekend was en onderdeel van de dreiging. Ze wilden me daar namelijk doodschieten, ze hadden mijn gangen in kaart gebracht en alles. Je bent uit je eigen huis, je moet je hele agenda, alles doorgeven aan die dienst en zo. Overal waar je gaat zijn eerst verkenners geweest, dan kom jij met je ploeg en met gepantserde auto's en zware wapens en toestanden en heel gezeik. En een van de beklemmende dingen natuurlijk is dat jouw leven, en zeker als journalist, je moet de staat ook laten delen in je bronnennetwerk. Dat kan natuurlijk niet. Het bestaansrecht van een journalist die over misdaad schrijft is dat niemand van elkaar weet wie informatie geeft. Want anders krijg je natuurlijk die informatie niet meer. Want als de politie weet met wie ik in het milieu praat en als het milieu weet met wie ik bij de politie praat en zo, dan wordt het een zootje. Behalve dan interviews en zo. Je hebt niet uit een soort burgerplicht heb je het alsnog verteld? Nee, ik heb het uiteindelijk niet verteld. Maar mensen die... Er was in de onderwereld... waren mensen wel zo ongerust dat dit zou gaan gebeuren. En dat er uiteindelijk ook informatie bij de overheid terecht is gekomen. Ja. En nou ja, dan nog komt er een moeizaam onderzoek. Gaandeweg, ik moet het in 5 minuten vertellen, dus ik doe even vlug. Gaandeweg is die dreiging in die zin afgenomen dat allerlei concrete spelers die een rol speelden bij mijn gedoe, gearresteerd werden voor andere zaken. Er werden er geliquideerd, er zijn een paar voortvluchtig op een manier die het ingewikkelder maakt om me dood te schieten. Plus, die zaken waar ze zich oorspronkelijk zo druk om hadden gemaakt, dat ik daar kennis van droeg en dat zij dachten, oh, als dat maar niet bij de overheid terechtkomt. De overheid wist ook van dingen. Uiteindelijk werden jongens gearresteerd en zo voor die concrete zaken. Dus ook de reden om mij als risicofactor voor die specifieke informatie uit de weg te ruimen was ook weg. En dan komt het moment dat ik eruit wil. En dan vraag je nog veel van de staat. Dus die beveiliging, dat vraagt veel van de staat. Maar daar is de staat echt heel goed in. Daar hebben ze echt hele goede instituties voor. Maar om eruit te komen, om te zeggen, ik wil eruit en ik wil weer een normaal leven. En ik ben een fietser, ik wil op de fiets door de stad. En ik wil verder geen bescherming overhouden. Dat is ontzettend ingewikkeld voor de staat. En dan denken zij meteen, oké, hoe gaan we jou gepantserde auto's geven? Dat je elke week een nieuwe gepantserde auto hebt als je zo meteen afbouwt. En ik zei, nee, ik wil, als ik afbouw, bouw ik af. Dan kap ik ermee, dan ga ik op de fiets. Want dan is het, als ik vind dat de dreiging te behappen is, dan is de dreiging te behappen. En ik wil aan die tussenstappen niet, omdat dat schijnveiligheid oplevert. Want je moet uiteindelijk van je gepantserde auto naar de deur van de balie. Hier is geen inpandige garage. Nou, dan schiet je toch gewoon niet voor de deur. Dus ik wilde radicaal afbouwen. Nou, dat is heel gedoe. Uiteindelijk is dat gelukt. Er is nu hier niemand die hiermee te maken met de beveiliging te maken heeft bij me. Ik zit nog wel in het stelsel. En wat ik interessant vind om ook erbij te betrekken. Ik kreeg ontzettend veel in die periode steunbetuigingen en hele aardige, lieve, hartverwarmende reacties. Zowel uit de overheid als van collega's, maar ook uit de onderwereld. Echt, voor je speedcreds is het echt heel goed om een tijd in die beveiliging te zitten en dat iedereen kan zien dat je niet doorslaat, dat je niet snitcht, maar dat je gewoon je werk blijft doen. Mijn status was uitstekend verzorgd. Maar, nou komt de maar. En die komt dichterbij, de gewone bewoners van Nederland. Ik verkoop mijn huis, omdat mijn huis te bekend was in het wereldje. Ik woonde op een manier, het was moeilijk te beveiligen. Mijn buurman, ik had een grote voortuin, mijn buurman onderhield zijn voortuin niet. Daar kon je met 2-3 man makkelijk zitten met AK's, mij afknallen. Niemand zag je. Dus ik verhuis. Ja. En wat dan? Ja. Nu woon ik in een nieuw huis en ik wil per se in de stad wonen. Verder scherm ik af waar het is, maar ik wil in de stad wonen, deze stad. En ik heb tegen alle voorstellen voor beveiliging nee gezegd. Geen gepantserde voordeur, geen gepantserde tussendeur, geen gepantserd glas. En het absolute ondergrens die het OM van mij eist te doen, camera's. Zodat er in elk geval, dat ik een beetje in de gaten kan houden, kan ik op mijn mobieltje de beelden bekijken. Zoals ik richting huis fiets of als ik naar buiten wil, kan ik het bekijken. En dan komt het. De nieuwe vereniging van eigenaars, de leuke nieuwe buren. Een pand van een stuk of 15 flatjes. Blinde paniek. Die schieten helemaal in de stress. Want de privacy. Want dat is nu voor een soort tijdbom in ons pand komen wonen met zijn gevaarlijke werk en gedoe. Straks ontploft er een granaat op bij ons op de straat. Die vergadering heb ik vorige week achter de rug. Dat was, dat was echt bizar om mee te maken. Als je zelf denkt dat je weer een redelijk normaal leven leidt. Maar de vraag die ik dan wilde stellen, ja, zeg maar, is hoe ver gaat het? Dit soort ondermijning. En hoe ver gaat het dat als er een journalist met dit soort shit om zich heen bij jou naast je pand komt wonen en je hebt misschien jonge kinderen en zo, is dat dan nog dat is misschien een naar idee. Maar in hoeverre is dat naar idee reden om te denken, was hij hier maar niet?
Er zijn mensen die hadden het over, we hadden, als we nou een rapportagecommissie hadden gehad, dan hadden we het kunnen voorkomen. Ja. En dan denk ik, oké, iedereen een grote mond over het vrije woord, de vrije pers. En dat het zo belangrijk is dat ik mijn werk doe. En dan deze gedachte komt dan wel heel dichtbij voor die mensen. En ik begrijp die mensen, dat wil ik erbij zeggen. Nou, even de vraag. Wie hier zegt, ik woon toevallig in dat flatje waar jij komt te wonen, kom maar rustig wonen. Wie zegt, ja prima, je bent van harte welkom. Ja. Oké, ik heb hier een blokje mensen. Waarom? Waar is de microfoon? Ja. Waarom zeg je, ja natuurlijk... Nou ja, in ieder geval allereerst, volgens mij moet die meneer ergens wonen. En ik heb volgens mij helemaal niet recht om hem daarvan te ontzeggen. Dus, maar je kunt de ballotageroute zou je niet doen? Nee. Ik wil nog wel zeggen, ik verwijt mijn buren niks. Hè. Ik had het niet verwacht. Maar dat het zo op die manier dichtbij komt voor veel mensen. Maar niet iedereen stak zijn vinger hierop. Hè? Nee. Ja. Er waren nog meer mensen die zeiden, ja, natuurlijk, laat maar wonen. Ja. Ik zou ook zeggen dat hij in mijn appartementenblok zou moeten kunnen wonen. Maar nou gebeurt er iets. Ja, nou, je weet nooit van tevoren. Er kan ook iets gebeuren met iemand die je niet kent. Er woont, kan ook een crimineel in je appartementenblok wonen. Dus je zonder dat je het nooit weet. Helemaal. Ja. En ik ben het helemaal mee eens. Het vrije woord is ook een groot goed. Ja, zo makkelijk werd er niet gedacht die avond. Nee, maar het overvalt mensen. Hè. Kijk, het is uiteindelijk, toen ik het helemaal had uitgelegd en zo... Toen alle emoties ook een beetje gingen liggen en zo. Dit komt allemaal goed. Maak er voor mij verder geen zorgen. Maar voor mij was het wel de eerste keer eigenlijk in heel die tijd sinds het speelde. En sinds het bekend, tegen mijn zin is het ook bekend moeten worden gemaakt. Wegens dreiging, druk, wegnemen. Dus nu ben ik die beveiligde journalist. En de term ondergedoken duikt op in artikelen die op internet staan. Zou ik als oud-parool of als paroolmedewerker natuurlijk die term nooit gebruiken. Maar je bent ineens iemand met een gek smet op je. Of een iets raars aan je kont hangen. Ja. En dat vond ik verbijsterend. De eerste keer dat ik zoiets negatiefs eigenlijk kreeg, was toen. En ik begreep het zo goed, maar ik begreep niet dat ik er zelf niet over had nagedacht. Ja. Maar misschien zijn er ook wel mensen hier die zeggen, nou, ik kan me toch voorstellen dat de mensen daar moeite mee hebben. En ik zou misschien daar ook wel toch even een paar, ja. Ja, het is, als het kinderen aangaat. Ja, je hebt kinderen, ja. Alles wat ik veiligheid van de kinderen kan aantasten, hoe onredelijk ook, denk je toch liever niet. Ja, en voor hem zijn er misschien andere alternatieven. Ja, en ik bedoel, dat voel je dan toch. Dus dan denk ik, gun hem van harte zijn vrijheid en waar hij mag wonen. Maar als het kan betekenen dat onze kinderen extra in gevaar komen, hoe onredelijk ook, vind je dat een onprettig idee? Ja, dat is gewoon heel realistisch. Ja. Het is ook een onprettig idee. En het is natuurlijk, als het ondermijning is, dit is natuurlijk... Ondermijning in optimaal vorm. Ik bedoel, voor mij dat ik mijn werk niet kon doen en zo, dat vinden mensen ook en terecht ondermijnend. Ja. Maar dat ik dan weer in mijn buurtje de ondermijnende factor ben, dat was voor mij nieuw. Maar via als een soort over de band gebiljard, zeg maar, komt dan de onderwereld in hun appartementencomplex terecht. Is ook gek. Ja. Maar dat leert, ja. We komen toch niet voor de buren? Dat is rationeel. Maar. Nee, dat is waar. De vraag is welke middelen ze inzetten. Ja. Maar kijk, met die gedachte. Het is een juiste en een redelijke gedachte. Ze komen niet voor de buren. Maar de buren. Dus in Amsterdam zijn recent wat granaten ontploft. Granaten voor coffeeshops, waar kennelijk een probleem is. Granaten voor een zaak waar kennelijk een ander soort probleem is. Een buurman zegt terecht: jij woont hier mooi op een moeilijk te bereiken plek. En ik woon naast de voordeur met mijn kinderen en die granaat die gooit ze voor de deur om jou plus, te waarschuwen. De waarde zakt hè, van het huis als er een paar gekke dingen gebeuren. Ja, dat zei ook iemand. Ja. Ik denk dat het meevalt uiteindelijk omdat we lang genoeg blijven wonen. Dat het wel, niemand weet dat ik daar woon. Dan nou zeg je, de oplossing is dan, ik vind dat voor mensen zoals u moeten gewoon naar een apart huis komen voor bedreigde journalisten. Nou ja. Allemaal wel. Ja. Hè, hokje, ja. Ja. Ik was wel benieuwd binnen je woning, maar hoe werd er binnen het parool? Ik weet niet hoe vaak je op de redactie nog eigenlijk bent of was. Het is dezelfde vraag. Ik kon natuurlijk met die kleerkast gewoon gaan waar ik wilde. Als ik elke dag naar de redactie wilde om daar te werken, dat kon. Maar het parool heeft een redelijk open ruimte. En hoe opener, hoe dichter zij op je gaan zitten, natuurlijk. Kijk, als we hier zouden zijn, dan zouden er twee binnen zijn en de rest buiten. En dat zag ik niet, weet je. Maar als het in een open ruimte, dan zijn ze gewoon echt wel in your face. En ik ben één keer in het begin, er is natuurlijk geen reden om op de redactie te zijn, anders dan sociaal contact. Ik kan een stukje e-mailen, ik kan rechtstreeks in het systeem zetten, dat is allemaal technisch mogelijk. Dus ik dacht, ik gebruik die ploeg beter om naar de rechtbank te gaan, naar afspraken met bronnen en zo. Maar soms moest ik wel eens op parool zijn. En de eerste keer dat ik bij het parool kwam,
Dat was om even met de hoofdredactie, die moest het ook even tekenen bij het kruisje. Want ze zegt, de staat zegt, Paul gaat zegt dat hij vol gaat doorwerken. En dat hij zich niet laat afremmen door dit allemaal. Maar jij als hoofdredacteur bent mede verantwoordelijk. Als hij zo op de stoep ligt, dan komen we ook bij jou. Ze zeggen dat jij mede schuldig bent hieraan. Dus die moest ook tekenen bij het kruisje. Nou, voor dat gesprek en voor allerlei dingen die kosten, die de krant toevallen en zo. Voor dat gesprek kom ik met de jongens op de krant. En voor mij was het al een beetje gaan wennen. Maar je moet je het zeker voorstellen, gepanste auto's komen voor. Er zijn al verkenners binnen geweest, die hebben ook nog de ramen dingen dicht gedaan, onzin. Maar hadden ze gedaan. En ik ben daar een tijdje en ik zwaai even naar een paar mensen. En er komt af en toe iemand nog een vluchtige zoen geven. En ik ga weer weg. En mensen zeggen mij, en mailen mij, appen mij, dat ze niet geslapen hebben. Het was voor mij totaal nieuw, weet je wel. Wij sliepen prima in het safehouse. Het was best een luxe safehouse. En voor het eerst had ik vloerverwarming in de badkamer. Maar je hebt zo'n impact op alles waar je bent. Okay. En dat is, als je bij in het politiebureau afgesproken hebt, dan kunnen ze wat meer low-key. Als het eenmaal binnen is, dan hoeft er niet zoveel. Maar als jij in een openbare ruimte, ik heb in een scholengemeenschap, sprak ik de zaal van 400 mensen toe. Voor mij waren er veel relevante partijen die ik graag voor netwerken wilde spreken en zo. Maar ja, toen hadden ze het zo groot opgetuigd dat iedereen okay. Zo voelde dat het dat ik met okay, een heel lang antwoord op een korte vraag. Ja? Ik zie nog ja. En dan verpest je die dag. Dus daarom ging ik niet meer naar die redactie. Ik dacht, ik ben het wel, weet je. Oké. Okay. Je had ook een vraag volgens mij. Ja. Ja, ik vind het echt super interessant om te horen wat dit allemaal doet voor jou als persoon. En respect dat je staande houdt. En ik vind het wel interessant om te horen van jou of je ook mensen kent die wel zwichten voor deze druk eigenlijk. Want uit het milieu waar je mee te maken hebt, komt natuurlijk juist die druk om te zorgen dat jij je mond gaat houden. Nou, dat is bij jou niet helemaal gelukt nog. Gelukkig. En gelukkig ga je door met je werk. Maar zie je ook andere collega's, journalisten die hier wel voor bezwijken? Want we hebben het natuurlijk over ondermijning. Ja. En wat dat betreft het doel natuurlijk gewoon om mensen hun mond te snoeren. Precies. Ik zie het nu nog niet. Er is een en andere journalist en iedereen mag het weten, want dat is gewoon bekend. John van de Heuvel van de Telegraaf. Ik ging oktober 2017 erin, hij ging in december 2017 erin. Ik ben er alweer een tijd uit en hij zit er vol in. Dat is echt lang. Dat is echt veel impact. En er is ook nog geen goed zicht op dat hij eruit gaat. Hij gaat ook vol door. Met misdaadverslaggevers onderling hebben we wel contacten. Wij spreken met elkaar af dat we vol doorgaan. En dat we de naam bijvoorbeeld van Ridwan Taghi, de voortvluchtige crimineel die heel veel ellende veroorzaakt, dat we die blijven schreeuwen van de daken en dat we die op de voorpagina blijven zetten. Ridwan Taghi. En dat is het belangrijkste om te doen. Maar, daar komt de maar. Er zijn journalisten die bijvoorbeeld freelance zijn, of die net een jong kindje hebben. En die moeten thuis ook nog kunnen uitleggen. Het zijn heel seksistisch, maar de meeste zijn mannen. En die moeten aan hun vrouw uitleggen, het kan zijn dat door mijn volgende stuk stond aan de knikker is, waardoor we met ons een baby naar safehouse moeten en een beetje niet hoe lang het duurt. Kan een half jaar, kan een jaar, kan veel langer duren. Dat chilling effect is wel indirect, bestaat. En het is, als we het niet goed regelen, gaat dat toenemen. Omdat bijvoorbeeld freelancers, die kunnen bijvoorbeeld de kosten die te deel vallen aan de opdrachtgever. In mijn geval een grote uitgeverij, in Sean's geval ook. Maar als je freelance bent en je moet enorme kosten maken, er staat wel beschreven dat als de nood aan de man is, dan springt de staat bij. Maar dat staat allemaal ingewikkeld. Freelancers maken zich daar druk om. En die kunnen best eens denken, ik maak dit stuk maar eens niet. Ik ga lekker over het beste restaurant van de stad schrijven en zo. In plaats van waar het om gaat. Okay. Dus er is belang bij dat misdaadjournalisten bij de grote uitgeverij wel aan het werk ook gehouden worden. Ja. Dat zeg je eigenlijk. Ja, Anton. Nou, ja. Ik zou toch wel eens even terug willen naar ons als buren, want ik werd wel getriggerd door wat jij zei van, ik kan me voorstellen dat als ik een gezin met kinderen heb en ik woon naast Paul, dat ik me daar drukker over maak. Tegelijkertijd, ik weet niet of je daarover schrijft, maar ik kan me voorstellen dat je ook schrijft over leerlingen op middelbare scholieren die geronseld worden om henneptoppen te knippen, omdat dat sneller geld verdient dan vakkenbullen bij de Albert Heijn. Dan schrijft hij artikelen waarmee hij iets blootlegt, waardoor je kinderen beschermd worden, waar ze ook aan bloot kunnen staan. Dus dan legt hij iets bloot, waardoor kinderen, misschien wel diezelfde kinderen, beschermd worden. En waar maken we ons er dan wel druk over als hij naast je woont en hij wordt bedreigd? Terwijl datgene wat hij blootlegt, waar hij mee bezig is, ons als samenleving nog veel meer beschermt. En waarom staan we daar dan niet voor op? Wat maakt dat dan dat wij daar bang voor zijn, onze mond houden, wegkijken? Dat fascineert me wel. Denken we daar dan niet over na?
Ah, het probleem is dat ik over zulke dingen ook als... Nee, het is de vraag aan u eigenlijk. Ja. U maakt een soort balans in zo'n grote belang. Laat ik er simpel op antwoorden. Ik denk dat mensen directe belang vaak prevaleren. Ja. En namelijk je eigen directe veiligheid. Boven het grotere belang, namelijk het feit dat jij je werk fatsoenlijk kan doen. Dus dan is het voor zo iemand denkt, die kan die niet naar een andere plek. Ga gewoon er stil op. Puur bij jezelf houdt, omdat je gewoon onveilig voelt als ouder, kan ik me alles meer voorstellen. Ja, het antwoord is eenvoudiger dan misschien je dat gedacht. Maar het toch maakt het niet onvriendelijk, hè? Maar maakt het dan dat we onvoldoende doordenken of je aan het denken zetten? Want als hij dat soort artikelen niet schrijft, voor hetzelfde geld gaat jouw kind dadelijk naar een middelbare school waar die geworven wordt om hen de toppen te knippen. Ja, nou, dat kan je ook gebeuren. Met excuus dat ik me een beetje ga herhalen. Het grotere belang is in dit geval heel groot. Daar ben ik helemaal met u eens. Dus je kan denken, doen we. En toch is het kleine belang van, stel je voor, ik bedoel, om het nog iets zwaarder te maken, er komt een crimineel moet ook ergens komen wonen, die komt naast je. Dan vind je dat, uiteindelijk heeft iedereen die zijn straf uitgezeten heeft ook recht. Noem al die voorwaarden maar op die je kan noemen. Kan ik me voorstellen dat je een beetje onveilig voelt. Dus stel je voor, u gaat met grote beveiliging naast me wonen, of ik weet dat er ieder moment u doodgeschoten kan worden. En ik denk, mijn kind zit er dagelijks te spelen. Er komt die kerel langs met zijn mitrailleur, die gaat je neerschieten. En mijn kind is ernaast. Ik wil dat mijn kind die ervaring niet aandoen, hoe groot het belang ook is. En ik vind het... Dezelfde reactie als die jongen. Ja. Van, waarom los je het zelf niet op? Hè? Ja, nee, maar dat is... En het is overigens... En ik begrijp het zo goed, want het komt dan echt dichtbij je. Daarom heb ik dit elementje er ook uitgeplukt om het even mee aan te merken. Maar het is overigens ook nog zo dat als... De staat had gevonden dat het onverantwoord was dat ik uit de beveiliging ging, want ik kan tekenen bij het kruisje, hè, en dat ik ergens ging wonen. Dan kan de burgemeester mij een gebiedsverbod geven. Die kan mij gewoon verbieden ergens te komen. Ik had vooral Eberhard van der Laan had de pech om af te moeten treden en te overlijden. En ik had de pech dat in de periode waarin ik veel dat gedoe had, eerst van der Laan werd vervangen door Keizer Longren. Keizer Longren werd Erik van den Burg. Erik van den Burg werd Jozef van der Aartsen. En Jozef van der Aartsen werd Femke Halsema. Vier keer opnieuw. De eerste vraag, of een van de eerste dingen die de burgemeester, met wie ik even bij praat, waarmee die komt, is: je gaat toch niet mij in een positie brengen dat ik de vrije pers moet beteugelen door jou te verbieden naar je oude huis te gaan. Mensen zijn ermee bezig. Dat kan, hè. Dus als het niet verantwoord was, dan had ik daar niet kunnen wonen. Alleen het gevoel van onveiligheid, het gevoel dat het niet verantwoord is natuurlijk enorm. En ik begrijp heel goed, mijn buurman die zegt: leuke jongen, ik vind dat je ergens moet kunnen wonen. Maar waarom verdorie naast mij? En, ja, ik snap dat. Ja. Oké. Zo, ja. Veel van wat je vertelt, en zeker voor zover het over je buren gaat, heeft te maken met de perceptie van die mensen over het dreigingsrisico. Ja. Dus de kans die zij inschatten dat er iets gebeurt. Hè? Heb je vanuit of het stelsel of vanuit het Openbaar Ministerie hulp gehad om het relatieve dreigingsniveau aan die mensen uit te leggen? Ja, is het antwoord. Ik heb meteen toen ik daar kwam wonen, er is een VVE en een VVE-bestuurtje daarbovenop. Vrijwilligers die zich aangemeld hebben als voorzitter en secretaris. Die kwamen meteen, die belden meteen op van: wauw, wij schrikken wel als bestuur van de VVE dat jij bij ons komt wonen. Ik zeg: nou, kom morgenavond op de koffie als het kan en wil maximaal 2 mensen uit het bestuur bijpraten over alles. En toelichten hoe het met de dreigingsanalyse zit en waarom het verantwoord wordt geacht door iedereen in de overheid om hier te wonen. Op zich riep dat weer allerlei vragen op. En zeker toen uiteindelijk ook bij het bestuurtje ik gemeld had dat de ondergrens van wat er aan beveiliging moest, camera's gingen komen, hadden ze nog allerlei vragen. Toen heb ik iemand van het OM gevraagd die voor het stelsel verantwoordelijk is te komen. En dat is een fantastisch, die is daar echt heel erg goed in. En die heeft het gewoon nog even verteld wat ik ook al verteld had, maar dan met rugdekking van hoofdofficier en hij loog erbij, de burgemeester. En vervolgens, ik heb daarna eigenlijk wel een beetje onderschat hoe het dan verder met de rest, de plenaire vergadering van de Vereniging van Eigenaars ging. Ik denk, ik kan het verhaal goed uitleggen. Het is een goed verhaal. Het is goed uit te leggen. Het komt wel goed. Ik ga het eerst zelf even proberen als buurman om niet weer meteen met mensen aan te komen. Als dat niet lukt, vraag ik diezelfde persoon om de hele VVE toe te spreken. Dat gaat binnenkort nog gebeuren. Okay. Ze hebben allerlei vragen nog. En vooral allerlei foutieve veronderstellingen die als vraag aan mij werden gesteld. Die allerlei foutieve veronderstellingen in zich droegen. Dat die camera's rechtstreeks gestreamd werden naar de politie bijvoorbeeld. Dat daar een ploeg zou zitten die dag en nacht onze straat in de gaten houdt. En ik zeg,
hoe belangrijk denk jij dat jij bent met je Albert Heijn-tas? Want anders denk je dat er geen andere mensen zijn, geen andere dingen om op te letten in de stad dan het voordeel van het appartement. Maar eigenlijk is het grote voordeel van deze hele exercitie dat mensen beter snappen wat er eigenlijk allemaal gaande is. Ja, zaten ze niet te wachten. Ze zaten niet op te wachten, maar het verhoogt wel het bewustzijn van zoiets als ondermijning. En uiteindelijk gaat het ook de buurtbarbecue wel prima. Heel goed, heel goed. Deze mensen, is er nog iemand met een prangende vraag? Er mag altijd naast ons komen. Dank je vriendelijk. Is het een beetje op stand? Nou, die heb je. Dan mocht je weg moeten. Treasury, ja. Laatste vraag. Ik vroeg me af, is het niet onhandig dat het naar buiten werd gebracht toen die dreiging speelde? Ja, ik had het liever niet gehad. Maar het was omdat, hoewel ik al weg was, gingen de plannen door om iets richting het pand te doen waar ik woonde. En dan heb je de buren die gevaar lopen en dat er toch iets gebeurt. En uiteindelijk in die hele keten van beslissingen is toen maar besloten. En ik was het daar toen ook wel mee eens. Ik baalde ontzettend van dat het naar buiten moest worden gebracht. Oké. Hartelijk applaus voor Paul Vugts. Dankjewel. Dan gaan we van de straat naar het bedrijventerrein. Het schijnt dat 1/3 van de beroepsbevolking in Nederland werkt op een bedrijventerrein. Maar hebben wij wel een idee wat daar eigenlijk gebeurt? Het is wel eens een blind spot, wordt wel eens gezegd, voor de overheid. Maar misschien wel een hotspot voor criminelen. Er is iemand uit Rotterdam, weer iemand uit Rotterdam. Jij was ook uit Rotterdam, hè? Ja. Een stadsmarinier. Hebben ze die in Amsterdam ook? Nope. Nou, extra reden om te luisteren. Rien van der Steenhoven, je naam verschijnt. Je bent stadsmarinier in Rotterdam, hè? Ja, dat klopt. Al een tijdje? Ruim 8 jaar of 9 zoiets. Oh, kijk eens aan. Dan ben je een man met ervaring. Jij gaat een paar dingen met ons delen. En je hebt ook aan het eind weer voor ons een belangrijke vraag, denk ik. Ja. Dank dat ik hier mag zijn. En als je uit 010 komt, dan doe je dat met iemand anders die ook uit Rotterdam komt. Ik heb mijn collega Louis meegenomen. Hij kan ook wat lager staan. Dus 2 keer 010 maakt ook 020, zou ik maar zeggen. En ik maakte net de grap naar Paul toe van het zit je ook niet mee met al die opvolgende burgemeesters. Maar dat gaat niet zozeer om de naam die hij noemde. Maar het gaat erom dat in mijn rol, zeg maar, ik werk met geleend mandaat van de burgemeester. Dus het is heel belangrijk voor mijn werk dat je een stevige burgemeester achter je hebt staan. Anton die is te trekken namens de VNG voor het thema ondermijning. Excuus dat ik je net niet al de hand heb geschud. En ik vind dat ik in de omstandigheden dat ik met Abu Talab een heel stevige burgemeester heb. Die ook zeg maar, het instituut van stadsmariniers ondersteunt. We zijn met z'n achter. En het is ooit geboren in 2002 toen Rotterdam crimineel en qua overlast toch wel een beetje in brand stond. Dat hebben we al eens eerder gehad. Maar dit waren onze eigen inwoners die dat deden met drugsverslaafde, pandjes, huisjesmelkers, inbrekers en dat soort dingen. Nou, daar hebben ze ooit een model voor bedacht, een mariniersmodel, met geleend mandaat van de burgemeester. De burgemeester gaat staatsrechtelijk over openbare orde en veiligheid. Alleen de burgemeester, niet het college en niet de gemeenteraad en ook niet de minister. Vandaar die discussie over sheriffs, dat is dan herkenbaar in dit domein. En daar hebben ze uit het sociale domein een model gepikt uit het leger. Mariniers maken een verbinding tussen het water en het land om een brug open te slaan. Om mensen met mandaat en kracht in slechte plekken te brengen. Nou, dat was een vrij repressieve operatie van sluiten, panden sluiten, samenwerken met politie en justitie, criminelen oppakken. Verdovende middelenprogramma's, maar eigenlijk van de hele harde kant. Dan zie je dat de stad knapt een beetje op. En dan denk ik ook weer aan die term die Paul zei. Ja, ondermijning is er al 100 jaar, al veel langer dan die term bestaat. Alleen het moraal en de kwaliteit van het leven neemt toe. En je ziet ook dat de weerbaarheid en het moraal van de maatschappij vraagt ook aan de overheid om meer alert te zijn op elementen zoals ondermijning. We pikken het niet meer dat mensen die zeg maar niet een wezenlijke bijdrage aan het leven willen leveren en aan de staat en aan de stad, dat die zeg maar ten koste van anderen gewoon een mooie sier leiden en ook nog het droevige, dat individuen en organisaties het voor elkaar kunnen krijgen. Dat iemand, los van of de kwaliteit van het artikel opbouwt, dan moet vluchten en in de safehouse moet. Omdat zij in hun domein aangetast zijn. Nou ja, dat is ook een beetje mijn drijfveer om dat soort dingen te doen. Wat doet de stadsmarinier? Die probeert oren op zaken te stellen. En dat doet hij aan de lijn van individuele casussen. Daar probeert hij het proces uit te plukken. En dan kijkt hij wat zou de structurele oplossing kunnen zijn. Om daar te doen. Dan zie je vooral in eerste instantie altijd in handhaving, het stellen van de orde. Maar in de werkelijkheid zul je zien dat het omdraaien van het systeem, namelijk goede woningen, goede economie, goede sociale cultuur, goede opvoedingscondities maken dat iets duurzaam wordt. Nou, wat doe ik nou in het bedrijventerrein? Ja. Bedrijventerrein Spaanspolder in Rotterdam is het grootste
droge bedrijventerrein in Europa. Daar ligt weliswaar water. Wat bedoel je met droog? Want weet je niet wat nee, je... Dat, ik zeg, er ligt weliswaar water in, maar we koken geen olie daar. Okay. Er zit op de ene hoogste milieucategorie, dus geen olie koken en geen nucleaire activiteiten. Voor de rest mag daar alles. Het is ook een terrein wat gebouwd is in de jaren 50, 60. En tegelijkertijd hebben we in Rotterdam een beleid gevoerd om oude garagebedrijven binnen de ring naar buiten de ring te gooien. En we hebben nog een nieuw terrein gebouwd, waardoor een schuifoperatie ontstaan, zodat eigenlijk al ellende van de stad zich gehuisvest heeft in die oude bedrijfspandjes in Spaanse Pool. 1800 bedrijven. Hey, voor het beeld, wat zien mensen dan? Een garagebedrijf? Wat ja, hele rijen garagebedrijven. Dus als je APK hebt, kun je dat 10 keer in de straat doen, zeg maar. Airco vullen, airco legen. Wasstraten waar 600 liter water wordt gebruikt op jaarbasis. Kijk, als het over circulair gaat en duurzaamheid, hebben ze dat daar al lang uit. ook zeg maar efficiënt werken. Hè? Ja. Dus weinig inkopen en veel verdienen. Dat kunnen ze ook allemaal. Oké, dat type. Ja, dus wat je ziet is daar ook de mix. Hè? Want ondermijning zegt dat onder- en bovenwereld door elkaar mengen. Ogenschijnlijk legitieme bedrijven. Bedrijven voeren daar allerlei rare activiteiten uit. Er zit een hele grote groothandelsmarkt in groente en fruit in. Hè. Dus al die bananen en peren en appels en tomaten en zuidvruchten. En ook vruchten uit het Midden-Oosten en andere. En Azië komen daar langs. Wat je daar ziet is dat bedrijven daar soms heel legitiem bezig zijn. Die bevoorraden die markten in de supermarkten. Maar soms hebben ze zo'n winkeltje waar allerlei kratten staan waar de bananen van 3 weken al in zitten. Waar dan de cocaïne al uit is. Let even trouwens op in de pers. 9 van de 10 ladingen cocaïne zitten in de bananen. Dus wij merken aan of dat te veel import is, want dan daalt namelijk de prijs van de bananen. Wat je dus ziet is dat zo'n bedrijf heeft dan 300 meter loods. Dat is 10 meter breed, 30 meter lang. De eerste 10 meter is groente en fruit. Dan staat er een muur. Daarnaast zit zeg maar een productiehal voor hennep in. En de derde is een gokpaleis. Autobedrijven die waar je leest wel eens dat er verborgen ruimtes in auto's zitten, die bouwen ze in de Spaanse polder. Maar dat is allemaal dankzij omdat er geen toezicht is. Je kunt je afwezigheid gaan. Van de overheid. Afwezigheid van de overheid. Ja. Sociale cohesie is ook ondernemers een term, hè, verbondenheid, een sterke bedrijfsvereniging. Kijk, overheid is er altijd wel geweest, maar het was om de lampjes aan te leggen, zorgen dat het water wegliep, gaatje in de weg. Wij hebben ook heel veel grond verhuurd en panden verkocht. Maar wij hebben nooit structuur gedaan aan de mores van zo'n terrein. Ja. Nou, dan op een gegeven moment gebeurde er een aantal dingen, groot incident op verdovende middelen. Piepende ondernemers die zeggen, we zijn het zat. Nou, als eerste instantie is daar rechtshandhaving in gegaan, maar alleen rechtshandhaving is niet de oplossing. En daarna hebben de burgemeesters van Schiedam en Rotterdam, Schiedam trekt bij ons de portefeuille op ondermijning, hebben de handen ineengeslagen en hebben een soort stadhuis gebouwd in de Spaanse polder met allerlei disciplines. En waarbij ik in 2018 het roer van een collega overgenomen heb om daar nog even gas op te geven in een integrale aanpak. Samen doen, over de volle breedte. Ik ben nog steeds als een kind zo blij, want dat zit in mijn bloed van waar ik ooit begonnen ben, met 100 kilo cocaïne, een boef en een gesloten pand. Maar dat is alleen maar de euforie van het moment, want waar het om gaat is... Die panden moeten herontwikkeld worden, er moeten goede ondernemers in. En we moeten er ook voor zorgen dat die ondernemers die vertrekken bij ons niet ergens landen. Je gaat niet het probleem verplaatsen dus? Nou ja, kijk, je voorkomt niet, dat is altijd zo. Kijk, criminelen zullen altijd proberen geld te zoeken wat makkelijk te verdienen is. Ja. En je zult ook zien dat grote criminelen zijn ook goede leiders. Dat is ook een term die je ziet. Ze hebben alleen een verkeerd moreel kompas, hè. En ze zijn ook goede ondernemers, want ze kunnen een business runnen. Dus die gaan zoeken om weer ergens anders een plek te krijgen. Mijn collega Louis kijkt ook mee wat er bij mij vlucht, zou ik maar zeggen. Die houdt er ook de vinger aan de pols wat het doet. Die kijkt er op andere terreinen weer mee. En het gebeurt nu toe. Tot nu toe hebben we maar 5 bedrijven gedetecteerd in die 4 jaar die echt ergens anders geland zijn. Maar daar zijn we achteraan gereisd en hebben we de boodschap binnen de kaders die kunnen, hebben we die gedeeld. Plus wat we ook nog zeg maar, daarbij hebben gegeven. En we zien dat die bedrijven daar ook weer vertrekken. Wat je ziet is nu dat de lange termijn is. Dat herhuisvesting, ontwikkeling van dat gebied, werkgelegenheid, duurzaamheid en circulair zijn nu de agenda's die ervoor moeten zorgen dat het goede het kwade opeet, zou ik maar zeggen. En dan kom je eraan van, ben je er nou mee verantwoordelijk voor? Hè? Want wie heeft nou niet eens een keer, wie heeft er niet een pilletje geslikt? Ik niet, omdat op een of andere manier te braaf voor ben. Is het een vraag waar je even de handen wil zien? Hoef niet te beantwoorden, maar ik denk als ik van iedereen een tientje krijg die hier een pilletje geslikt heb, dat ik minimaal met 1 tientje naar huis ga. Dat is 1. Is er nooit eens iemand die ergens op tafel gezien heeft bij een familiefeestje, die in mijn leeftijdscategorie zit, dat er ongebandeleerde sigaretten op tafel lagen? Of dat goedkope leren jasje. Ja, ik weet wel, een bedrijfje, daar kan je, die gebruiken dan zeg maar imitatieplaatmateriaal. Ja, maar hoela, dat was de koplamp uit jouw nieuwe Golf met de airbag van de buurman, zou ik maar zeggen.
He, weet je, dus het zit heel dichtbij je. Het is zo klein dat we allemaal een beetje meedragen in dat systeem. En ik ben hier Amsterdam de Paus. Ik ben daar ook wel eens in verdwaald. We zijn Hollanders, we hebben een voordeeltje, dat laten we niet liggen. Nou ja, maar ja. Dat ene pilletje wat jij op dat feestje hebt, dat is dat zo erg? Nou ja, misschien is het helemaal niet zo erg. Maar ergens, als je dat optelt, zit er een fabriek achter. Ja. Daar wordt 1 afvalstoffen gedumpt, 2 excrementa. En uiteindelijk schieten de lui elkaar af, weet je wel. En als ze pech hebben, is het, ja, dan in die VVE is die buurman. Weet je? Maar zeg je nu als stadsmanier, ik ben eigenlijk bezig om jullie rommel op te ruimen? Nou ja, kijk, in die zin, een stadsmanier bestaat van het feit dat een andere het niet gedaan heeft, zou ik maar zeggen. Als iedereen zijn werk gaat doen... Ja, als wij onze verantwoordelijkheid nemen... Nou ja, ik denk dat we allemaal een beetje verantwoordelijkheid hebben, is van wat je doet, wees ook bewust. Wat is nou je morele kompas? Ontwikkelen ze een beetje gezond zakelijk wantrouwen. Oh. Ook die overheid, hè? Wij hebben massaal die garagebedrijven. Ik ga je vragen, hoor. Mevrouw, weet u wat hij bedoelt met gezond zakelijk wantrouwen? Nee, ik ook niet, eigenlijk niet. Is er iemand die het wel weet? Die zegt, oh ja, maar... Wat zou hij nou bedoelen? Mooi om waar te zijn. Dus het gezonde wantrouwen, dat als je een voordeeltje krijgt of ziet, hè, dat van de vrachtwagen gevallen wat je wel eens hoort, dan weet je donders goed dat je geheel de goederen koopt. Maar, of als iets gewoon echt te goedkoop is in vergelijking met een nieuwe prijs. Maar, maak je het wel eens mee dat je iets van de vrachtwagen krijgt aangeboden? Nee, zie je dat? We zitten hier met hele nette mensen. Die Amsterdam uit de bak fietsen dan of zo? Uit de bak. Nee. Als 13 groenteboeren zitten, groentehandels in één gewoon buurtwinkel staat. Als er 13 groentehandels in één buurtwinkel staat, gezond zakelijk wantrouwen zou zeggen, dat kan niet. Nou ja, maar dan kan ik als burger niks aan doen dat daar niet 5 kapperszaken zitten of 3 bruidsmodezaken. Als je wil, kun je daar natuurlijk wel melding van maken bij. Nee, maar dit ging over de bedrijventerrein, maar mijn collega Marcel de Haaien doet in Rotterdam-Zuid. En die triggert inderdaad op 6 belwinkels, 7 moneytransfers, 8 kapperszaken. Ja. En die bruismotorwinkels, ja, die pellen we dan ook 1 voor 1 af. En wat je soms ziet is dat daar heel veel omzet wordt gedraaid, maar geen klanten. Nee, maar dat... Ja, schoon, zeg maar, witmas. Kijk, het fenomeen is natuurlijk ook dat vanuit die criminele onderwereld proberen ze legaal... financiën te krijgen. Dus het gaat over geld en het gaat over vastgoed. Nou, Enstra is dan zo'n sprekend voorbeeld ervan. Ja. Ze zoeken allerlei kanalen om te investeren in de bovenwereld. En dat zien we ook met bedrijven. We zijn nu beter. Dus het is een bedrijf die bouwmaterialen ergens voor maakt of zo. Maar we hebben er nog geen aannemer gezien en staat wel omzet op de rol, zeg maar. Weet je, nou, dat zijn van die dingen. Hoe komt dat dan? Ja. Dat heeft dan niet zoveel met uw morele kompas te maken. Dus even terug naar dat pilletje, naar die ongebottelde sigaretten. Ja, weet wel dat je meedoet aan dat systeem. Maar pillen is op zich wel een interessant voorbeeld in Amsterdam misschien. Ja, ik denk dat is dichterbij dan je denkt. Maar, iedereen heeft wel vrienden misschien die ze gebruiken. Jij vroeg nog even naar de gezond zakelijk wantrouwen, want volgens mij hebben we die nog niet afgemaakt. Nee. Die zit ook in de naïeve overheid. Ja, maar we gaan eerst even naar iemand uit het publiek. Ja. Nou, ik wil niet een hele andere discussie aanwakkeren, maar ik ben benieuwd, want u heeft het over individuele verantwoordelijkheid. Nou, terecht misschien. Maar er zit natuurlijk ook wel een systeem achter, een verdienmodel achter, wat rond drugs draait. Ja. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd wat u vindt van regulering van verboden middelen. Daar is die. Want dan hou je eigenlijk het verdienmodel onder deze hele ellende weg. Nou, ik heb 8 jaar Rotterdam Centrum gedaan. Er wordt ook redelijk alcohol gedronken. Dat is niet alleen in Amsterdam, doen ze in Rotterdam ook. Stockholm, Zweden heeft zo'n model van staatsslijterijen. Hebben ook het land ooit drooggelegd. Hè, omdat er een soort nationale drankverslaving kwam. Ja, ik vind hem echt heel lastig. Want het verdienmodel zit in het verkeerde morele principe bij mij. De criminaliteit erheen om ons hart. En ik heb niet het idee dat het vrijgeven van al die verdovende middelen, dus hennep, cocaïne, heroïne, ecstasy, dat de oplossing is. En dat is een lastige, omdat ook alcohol een bedreiging voor de volksgezondheid is. Vind ik echt een hele ingewikkelde discussie. Ja. En ik heb daar niet echt het antwoord op, maar als ik zie welke economie daarachter zit op dit moment, en die ga je niet uit de markt drukken met regulering. Oké, het is heel omvangrijk, zeg je. Dan is alles wat wij doen een druppel op de gloeiende plaat. Nee, maar goed, dan kom je in een staatskwekerij terecht en een staatsapotheek. En je kan niet opvechten tegen al die boefies. Wat jij schetst, 1200 euro in een week verdienen. En dan koop ik gewoon, kopen ze een schieter van. Weet je, en dat is dan nog klein bier. Maar deze lui, die verdienen in een week een Porsche. Of in een dag. Ja. En die gaan ze echt niet met de staatskwekerij verdienen. En die markt die blijft, want die productie kan je het gewoon wegdrukken. Ja, onderschat niet hoe... Maar dat is persoonlijk, hè. Ik bedoel... Het is altijd discussie van, is dat wel of niet? Ook met met voordeur en de achterkant van een koffieshop. Ja, oké. Gezond zakelijk wantrouwen. Ook overheid, wees niet naïef met wie je zaken doet. Vertrouw in mensen, vertrouw in bedrijven. Maar stel ook gewoon de vragen die je zou stellen als je denkt van dit deugt niet. Maar je hebt toch het idee dat er heel veel tussen de vingers doorglipt dan eigenlijk? Ja, absoluut. En waar heb je het dan over?
Ja, nou ja, kijk, er circuleren allerlei Pieter Tops en Feyenoord, die hebben het over miljarden in de ondermijnende industrie. Ja. 19 miljard. Ja, maar ja, als je 16 zegt of 36, geloof ik het ook. Want ik kan het niet uitrekenen. Maar is het daarmee niet te groot? Ik ook niet voorbij. Te groot om überhaupt nog aan te. Het is onderdeel geworden van ons systeem. Ja, als ik me daar aan overlaat, dan kom ik nergens meer terecht. Dan zitten mensen van justitie. En als ik me zeg, mijn persoonlijke strafmaat op een crimineel feit zou willen leggen, dan stop ik met werken. Maar ik heb wel zoiets van, als we er niets aan doen, dan verrot deze maatschappij. Ja, dat is jouw drive, ja. Ja, exact. Nou, laat ik dan maar open kaart spelen. Ik heb wel eens een pilletje gebruikt. Was die lekker? dat is in ieder geval één tientje. Maar die synthetische markt is inderdaad geschat op 19 miljard, als ik het goed heb. Dus we exporteren enorme hoeveelheden. Dus is het niet in die zin, dus ik zou mezelf de vraag kunnen stellen, wat voor impact heb ik eigenlijk elke keer als ik een pilletje neem of andere illegale dingen tot me neem? Maar het lijkt een veel groter sociaal probleem. Dus individuele Nederlanders erop aanspreken me. Lijkt me dan een druppel op een groeiende plaat. Ja, maar ja, al die druppeltjes. Ja, maar we exporteren dus al. Precies, het is een heel business. Dus als al de Nederlanders zeggen, ik doe dat niet meer. Kijk, als je naar klimaat kijkt, ik rij ook diesel, een hele zuinige trouwens. Ja, dat zijn allemaal van dit soort discussies. Is dat nou de aard van de discussie? Of is het eigenlijk veel ernstiger? Nee, maar het gaat erom van in welke mate doe je er nou mee of niet aan mee? En wat is dan mijn invloed daarop? Ja, ik had nog niet gedacht dat de stadsman hier ook een beetje de dominee zou zijn. Maar Nee, ik heb in terreur en radicalisering geleerd. Ik probeer zeg maar buiten het geloof te blijven. Dat lukt aardig. Maar ik geloof wel in dat als we met z'n allen ons beetje het best doen, dat we die wereld wel een beetje beter kunnen maken. Ja, maar dus als je daar die dominee wil hebben, dan heb je. Maar het is niet zo dat ik denk van ja, weet je, die Spaanse polder heb ik even in mijn eentje gefixt. En over 14 dagen kom je terug en ik heb de boel opgeruimd. Nee. En trouwens, dat probleem van dat gedoogbeleid heb ik ook met legalisering. Nou ja, dat is onzin. Dat kan ik niet. Maar ik kan wel het proces op gang brengen. En ik kan met veel steun van mijn burgemeester een aantal dingen echt veranderen. Ja, en je doet ook een appel op ons. Maar we hebben nog niet het gevoel dat gaat bijdragen. Dat is een beetje wat ik hier... Dat geldt ook voor de klimaatbelasting, denk ik. Maar, Oké. Nee, maar kijk, weet je... Daar moet je echt zelf over nadenken. En ik weet zeker dat iedereen de volgende keer dat hij dat pilletje wil kopen, dat hij er in ieder geval over nadenkt. Kijk, dat is toch echt, hè? Als er één bekeerd is. Ja. Ik ga er zeker over nadenken. Ja. Ik vind het ook en dan neem je er twee, zou ik zeggen. Nee. Ik vind het ook een heel mooi appel. Maar dan juist met vraagstukken Precies. die volgens mij het individu overstijgen, kijk ik naar een overheid. En misschien is de nationale overheid daarin niet eens voldoende. Maar kijk ik zelfs naar misschien de Europese Unie die moet Precies. gaan reguleren en die over na moet denken. Ja, kijk, mijn beeld is als je het alleen laat afhangen van de overheid. En ik werk echt samen met Louis en nog heel veel anderen echt de ballen uit de broek om het netjes te doen. Dan ga je het niet redden. Maar het is wel zo, in de sportvereniging, daar krijgt iemand ineens shirtjes van mijn fruithandelaar die in de cocaïne zit. Op de bejaardenvereniging worden één keer in de week alle rollators gewassen. Het zit zo dicht op je. Ja, Let even op wie komt er nou binnen met allerlei spulletjes. En er zijn grote voorbeelden van rondom die voetbalverenigingen. Als je het in meegaan hebt, Escobar deed niet anders. Hè? Ziekenhuizen, scholen. Ja. Maar in de tussentijd liet hij ook die jongetjes, zoals hij, met een pakje heroïne doen. En als die het liet vallen, werd zijn kop eraf geschoten. Ja, dat is de onderwereld die de bovenwereld helemaal doordringt, eigenlijk. En heel sociaal dus overkomt. Dus het verhaal van Pieter Tops beschrijft dat hij verbaasd was in de vogeltjesbuurt over dat het zo werkt. Ja, zo werkt het namelijk. Ja, maar hij kan dat wel aan. We moeten even kijken wat we daar dan van vinden, wat de overheid zou kunnen doen. Als je het goed vindt, moet je blijven doen. Maar die manier is al een tijdje te wachten. Dan kom ik zo bij jou. Maar lijkt me of je wil reageren. Ja. Ik geloof dat jij echt je mannetje staat en jij zegt, ik heb een sterke burgemeester nodig. Maar dan denk ik, ja, daar zijn we niet mee. Ik constateer een soort maatschappelijke lafheid. En hoe bereiken we dan de burger? Kijk, hoe betrekken we die daarbij? Ja, daarom sta ik hier, hè. Dus een soort zendingswerk. Kijk, bij de vorige sprekers ook. Hè. daar is het over. Nee, maar er is gewoon een maatschappelijke lafheid. Ja, dat is mooi geformuleerd. Maar toch zit je dwars. Ja. Maar die gaat al een tijdje mee. Wat kunnen we eraan doen dan? Nou ja, dat... Ja. Ja, maar ik heb met z'n allen een beetje laf. Ondanks dat ik adverteer over de gezond zakelijk wantrouwen, heb ik er toch iets meer vertrouwen in dan u dat nu schetst. En waarom? Omdat ik kijk naar 40 jaar terug toen ik in het vak begon, waarbij het echt gewoon ging over het vangen van een cocaïne dealer, een junk op de straat, een auto-inbreker. En spreken we nu over ondermijning, money transfers en dit soort bedrijventerreinen. Ik vind dat echt wel een slag waar we even een verschilletje in maken. Ja, precies. En dat gaat over de kwaliteit van de samenleving.
ik denk dat de gemiddelde Nederlander totaal niet beseft wat er in ondermijningen omgaat. Ja, je kijkt nu allemaal naar een voetbalwedstrijd. Ja, precies. Nou ja, dat is in ieder geval veilig. Hè? Ja. Ik heb een vraag en eigenlijk een beetje een lastige. Ja. Ik werk sinds een jaar of 20, ik werk bij het Openbaar Ministerie, ik ben al een jaar of 20 met die ondermijning bezig. Ik ken de Spaanse polder ook, ik kom uit Amsterdam, ben net verhuisd naar Rotterdam en ik kijk daar een beetje verbaasd rond soms. Maar je hebt ook nog een keer geprobeerd mij een uurtje les te geven. Kijk, dat bedoel ik, we kennen elkaar. Maar wat ik lastig vind is dat je, als je de Spaanse polder neemt, maar ook andere bedrijventerreinen, dan zitten daar kleine bedrijfjes, kleine garagebedrijfjes. Daar zijn mannetjes bezig met autootjes, vaak oude autootjes. En vaak zijn die mannetjes, dat zijn migranten. Eerste, tweede, derde generatie, zeg maar. Ik woon op Zuid tegenwoordig in Rotterdam. Als ik daar rondkijk, dan zie ik inderdaad 4, 5 kapperszaken naast elkaar. Ik zie 3, 4 bruidswinkels naast elkaar. Mijn eerste reflex is dan, dat heb ik ook geleerd van mijn collega's en naar mijn eigen vak, van dat kan niet kloppen, weet je wel. Er zijn er te veel. Zoveel bruiden zijn er niet in Rotterdam. Soms is dat wel zo. Als je goed gaat kijken, die mensen, ik woon tussen die mensen die dan daar klant zouden moeten zijn, die trouwen gewoon vaak en die maken daar enorme feesten van. En dat is echt een toestand. Ik wil niet naïef zijn, maar wat ik eigenlijk bedoel te zeggen is dat een deel van die mensen die op die bedrijventerreinen zitten, zoals Spaanse polder, dat is ook een soort emancipatiemachine. Snap je wat ik bedoel? Een soort sociale mogelijkheid om op te stijgen. Je begint met een klein zaakje en dan hoop je allemaal met heel hard werken uiteindelijk een goed fatsoenlijk garagebedrijf te hebben. En dan moet je niet naïef zijn, want er zit ook criminaliteit tussen. En ik kom soms bij die garagetjes, ik zie wat ze klooien. Maar als je het helemaal droog legt, dan neem je ook een manier weg voor mensen die net binnenkomen in ons land, of die daar proberen te sappelen, weet je wel, om wat hoger op te komen. En die kapperszaken bijvoorbeeld, een deel van die kapperszaak, dat is ook een sociale functie. Die gasten die hangen daar rond. Ik ben er een keer naar binnen gelopen. Maar vanavond 2 kapsel ons gehad, hè? Dus, Ja, daarom, dus we kunnen het allemaal droogleggen en verbieden en zo, maar je moet het ook een beetje... Oké, zijn er ook schaduweffecten aan jouw stadsplein? Er zit een beetje ook een... Het is een andere cultuur ook. En wat er gezegd wordt, kijk, er zit natuurlijk ook goed onder slecht. En dat mag er niet onder lijden. Ja. Bijvoorbeeld, wij op mijn straat hebben we uit 1 blok hebben we 3 foute garagebedrijven er echt uitgehaald. En 1 bedrijf, dat deugde wel. En die hebben naar een hoge kwaliteit getild om daar naar een beter pand te gaan. Mee te helpen met het bedrijfsplan. Ook de verhuurder zeg maar, comfort te geven dat wij deze partij vertrouwen. Ja, neem maar natuurlijk ook een risicootje in, want dat kan ook misgaan. Maar het is wel zo, als je kijkt naar over dat immigrantenverhaal. Ik ben bezig, en dat is ook gewoon een economisch vraagstuk. Er is een enorme vraag naar arbeid. En er is ook een aanbod van arbeid, maar het matcht niet om een schakelpunt leren en werken daar neer te zetten. Het is niet zomaar dat wij als idioten alleen maar garagebedrijven aan het sluiten zijn. Daar ben ik echt even nog blij van hoor. Maar daarna moet er toch wel een goede in. En dat moet misschien groter of beter. Maar kijk, we kijken ook naar wat is de omzet, wat zit erin. Maar ja, het is toch lastig als wij een hennepkwekerij aantreffen, onderdelen van jouw gestolen golf, in dat garagebedrijf. Ja, dan gaat die echt dicht hoor. In ieder geval bij mij wel. Mij niet uit te leggen. Maar wat ik bedoel is, we moeten er niet te simplistisch over denken. Maar ik heb niet het gevoel dat ze dat in Rotterdam doen. Nee, maar als je kijkt naar zeg maar, de handelspopulatie, de handelaren op de groothandelsmarkt. Ja. Ja, die is wezenlijk anders dan 30 jaar terug. Want die bedienen een hele andere markt. Ja. Maar er zit ook goed en fout tussen. Ja, daar zit hier een hele jonge generatie. Hè? Wat doet dit nou met jullie, dit verhaal? Zeg je, nou, dat wordt nog leuk in onze toekomst. Of is het dan opgelost, denk je? Of is het toch erger geworden? Want het is heel weerbarstig. Ja, het is een hele grote vraag. Maar ik ben wel benieuwd wat jullie hier nou van vinden. Hè? Dus een stadsmaat die een stukje ouder dan jullie, pakt dat aan. Moeten we dit nog vaker gaan doen? Moet het ook in Amsterdam gaan gebeuren? Nou, ik ben eigenlijk ook wel blij met het tegengeluid dat werd gegeven. Want ik geloof het helemaal dat er ook criminelen zijn en dat ze bepaalde bedrijven misbruiken. Maar tegelijkertijd vind ik het soms ook lastig, omdat we leggen ook onze cultuur, onze perceptie, die leggen we er direct overheen. Ja. Ik ken ook een voorbeeld dat iemand had bijna geen geld om een bedrijfje te runnen. En ik dacht van, wow, er staat superveel personeel, er komt bijna nooit iemand binnen. Maar ja, dat was omdat het vanuit die cultuur zo belangrijk is om maar een bedrijfje te hebben met elkaar. En als je me dan vraagt van hoe kijk ik naar de toekomst? Ik vind het wel belangrijk dat we in ieder geval kritisch blijven zijn en ook in ieder geval nadenken over onze eigen handelen als het gaat om bijvoorbeeld het drugsgebruik. Ja, dat morele kompas. Ik vind het wel bijzonder, want het lijkt dan net of dat ik cultuurgebonden garagebedrijven zeg maar alleen maar sluit, maar wij sluiten alleen maar bedrijven die criminaliteit plegen. Nee, dat is even goed dat je dat stelt, ja. En je gaat ook nog in gesprek om te kijken, volgens mij. Nee, ik ga eerst vragen of ze gaan verhuizen, zeg maar. En dan kom ik daarna met het voorstel van de burgemeester om te sluiten, zeg maar. Ja. Ik heb toch wel behoefte aan een nuancering naar de andere kant. Ik vind het wel mooi dat jij dat moreel kompas van het individu gebruikt.
Want volgens mij gaat het daar wel om. Uiteindelijk denk ik niet dat we de illusie moeten hebben dat er ergens een situatie kan ontstaan dat we hebben gezegd, nou, we zijn klaar met de criminaliteitsbestrijding. Het is opgelost. Dus het gaat... Dat moet nog een paar jaar, hè? Nou, ik werk bij het Openbaar Ministerie. Ik word niet werkloos, hè? Laat ik het nou zo zeggen. Maar betekent wel dat je dus op zoek bent naar balans. Naar hoe is het beheersbaar en beheersbaar te houden. En als we dan niet durven op te staan en te zeggen, het zit niet in ons moreel kompas om dit te gedogen, dan zie je dus dat na verloop van tijd het uit de hand loopt, hè, en ontspoort. En dat is denk ik wat we nu zien. Hè. Dit is het effect van, laat maar even zeggen, onze cultuur. En onze manier om daarmee om te gaan. En ik maak toch wel wat, merk bij mezelf wel wat geprikkeldheid in de suggestie dat het hier gaat over andere culturen. Hè. Want het probleem begint bij wat ik professioneel de Hollandse netwerken noem. Waar Nederlanders in een handelgeest zijn gaan handelen in iets anders dan dat wat legaal was. En dat grootschalig hebben aangepakt, want daar zijn we vanuit onze VOC-mentaliteit goed in. Dus volgens mij is die opmerking over dat moreel kompas en de vraagstelling, wat doe ik eigenlijk? Hè? Laat ik ook een poets zwart werken of laat ik een keer mijn schoorsteen zwart vegen en zo, begint daar wel de kanteling. Dus ik zou je pleidooi van dat moreel kompas van harte willen ondersteunen. Ja. Maar eigenlijk zeg je ook van mensen beseffen niet hoe erg het is. Maar misschien is het ook zo dat we niet precies weten. Een paar mensen hebben het ook al gezegd. Ik wist eigenlijk niet hoe dat, wat erachter achter zit, dat we dat nu beter weten. Maar we weten nog steeds niet hoe ernstig het is met de ondermijning. Als dat al een goede term. Dat verschilt als je kijkt wat er in Brabant gebeurt op de productie. Ja. Als je ziet wat er bij ons gebeurt op andere terreinen, ook in de drugs. Ja, dat verschilt ook per plek. Ja, oké. Tot slot. Ja. Ik wil nog wel een parallel trekken met toch weer milieu en milieumaatregelen. Tenminste heel veel Nederlanders vinden wel dat ze een bijdrage moeten leveren aan een beter milieu. En dan wordt ook niet gezegd van, nou, Nederland levert maar een relatief kleine bijdrage aan de vervuiling. Maar iedereen zet het zonnepaneel op zijn dak. Of koopt een warmtepomp of whatever. Of gaat elektrisch rijden. Omdat men dan wel ziet van, nou ja, we hebben toch een bijdrage te leveren. Ondanks dat het de druk op de gloeiende plaat is. Ja. Terwijl met dit onderwerp is het toch een ver van mijn bed show. En dan vinden we het opeens ongemakkelijk. We voelen ons veilig. Misschien voelen we ons wel bedreigd door klimaatverandering. En wat minder door onveiligheid. Ja, wat heb je overgehouden aan je bezoek aan Amsterdam nu? Met wat je zo reacties hoort. Nou, het duurde even voordat we hier waren. Dus we hebben zo netjes door een broodje verzorgd. Dus ik hoop dat ik daar nog een klein drankje krijg. Ik ken de stad vanuit ander werk. Dus ik heb ook de competitiegevoel niet zo. Maar ik vind het wel grappig dat die discussie hier gevoerd wordt. En bij ons wordt die ook gevoerd. Wij voeren hem ook met Openbaar Ministerie, politie en burgemeester. Aan plein publiek en met ondernemers en met bewoners in kwetsbare wijken. En blijf vooral met elkaar in gesprek. En dan komt toch die domina even nog even langs. En ik vind ook nog niet dat Nederland nou zo'n heel slecht land is. Laat het ook wel eerlijk voorbij zeggen. Nee, dat vinden wij met z'n allen. Het weer vind ik af en toe bagger. Maar als het dan over gaat van dat we op dit moment, dat klinkt echt hoor. Natuurlijk zijn we er niet en de criminaliteit gaat ook niet verdwijnen. En er blijven mensen aardig en onaardig. Maar het feit dat u maar toch aan het denken zit, denk als ik dan kijk, zeg maar, als ik kijk van 40 jaar terug, toen de John Broek in uniform de straat op werd gestuurd, hoe het er toen uitzag en toen en we voeren nu dit soort discussies, hebben we wel een stapje gemaakt. En dan denk ik, ja, dat duurt even. Okay. Dus geef niet op. Amsterdam ook een stadsmanier krijgen? Ja, dat is een ingewikkelde discussie. Dat vraagt met name over bestuurlijke daadkracht. Hè. Dus, het vraagt ook om bestuurlijk lef en het vraagt om kunnen gaan met frictie. Want wat wij doen is één, wij doen dingen die wij in de dienstencluster, zeg maar, van stadsbeheer, schoonmaken, maar bouwen en al die andere dingen. Die moeten ineens dingen doen die een veiligheidscomponent hebben om een wijk mooier te maken of om jeugdprogramma's te draaien. Dus wij verstoren de balans, zeg maar. Ook bestuurlijk, want zo'n bestuurder wil scoren. Okay. Maar wij komen niet altijd met de mooiste. Dus je moet ook een beetje in je bestuur ook durven om ruzie te maken. Vrijheid, ja, precies. Ja, had je graag een stadsmanier gewild? In jouw tijd? Nee, ik zou. Zo iemand had ik wel. Ik weet het niet. Ik heb niet zoveel te maken gehad met stadsmariniers. Dus als ik het zo hoor, is het wel iets goeds. Maar... Ja, zoals jongeren werken onder de ouderen. Ja, precies. Ja. Precies. We hebben ook hele jonge stadsmariniers. Oké. Dankjewel, Ring van der Steen. Ja. Dan zijn we van de straat naar het bedrijventerrein. Dan gaan we nu naar de stad. En misschien wel een beetje de samenleving. Anton Eneveen is ook onder ons. Anton?
zou je plaats willen nemen achter het katheder. Je bent burgemeester Valkenswaard. En ja, hoe ben je ooit in dit onderwerp gerold? Want je bent ook portefeuillehouder bij de VNG, geloof ik. Ja, ja. Nou, hoe ben ik in het onderwerp gerold? Toen ik aantrad in Valkenswaard in 2007. Ik kwam uit Amsterdam vandaan als wethouder in Nieuw-West. Toen kreeg ik vanuit de gemeenteraad een van de opdrachten die ik meekreeg is van we zien in de horeca. Valkenswaard was toen een heel groot regionaal uitgaanscentrum, net onder Eindhoven. Zien we heel veel geweld en we vinden dat dat moet stoppen. Nou ben ik over het algemeen vrij goed als je mij een opdracht geeft, dus daar ben ik mee aan de gang gegaan. En toen kwam ik al heel erg snel tegen dat dat geweld alleen maar toenam door het gebruik van cocaïne en alcohol. En dan ga je graven, waar komt dat vandaan? En toen kwam ik een wereld tegen waar ik me echt van kapot geschrokken ben. Dat dat bestaat in een middelgrote gemeente onder de rook van Eindhoven. Dus 30.000 inwoners. Dat, dan denk je van ja, wat gebeurt daar nou eigenlijk? Nou, daar gebeurt eigenlijk alles wat ik in Amsterdam ook meemaakte. Als je het hebt over criminaliteit. En daar schrok ik enorm van. En in die tijd was Gert Leers burgemeester van Maastricht. En die had toen geëxperimenteerd met het bij elkaar brengen van verschillende overheidsdiensten. En informatie uitwisselen. En die organiseerde een congres in Maastricht en die dat presenteerde. En dat is het startschot geweest van wat inmiddels regionale informatie- en expertisecentra heet door heel Nederland. Waarin we als overheidsdiensten informatie met elkaar uitwisselen over zaken waarvan we het gevoel hebben, hier deugt iets niet. Okay. En als je dan als overheid allerlei zaken bij elkaar gaat leggen, dan ontstaan er echt enorme schrikbeelden. En dan, dan heb je inderdaad door dat het kopen van zo'n klein pilletje een criminele industrie in stand houdt. Die ervoor zorgt dat vervolgens journalisten moeten onderduiken. Ja, maar eigenlijk zeg je van, nou, het is goed dat de overheid er is. Die hebben het een beetje in de smiezen. Dus die kunnen ook maatregelen nemen dan. Dus wij wensen je veel succes. Nou, dankjewel. En daar zijn we ook heel erg goed geworden in de afgelopen jaren. En vanuit Rotterdam komt dat voorbeeld ook wel, maar we kunnen het niet alleen. Okay. We zijn enorm goed in dweilen geworden, zeg ik dan altijd, met elkaar. Dus het oplossen van problemen, het sluiten van panden, het voorkomen dat je vergunningen krijgt en ga zo maar door. Maar als we te maken hebben met een maatschappelijke omgeving die een heleboel dingen nog normaal vindt, voor een deel ook veroorzaakt door de overheid zelf. Ik gebruik dan altijd, de overheid is jarenlang heel sterk geweest in artikel 5. Wij zien het door de vingers. Dan heb je ook een samenleving die weinig meer verwacht van de overheid, die zaken normaal vindt. Okay. Die het normaal vindt in de tijd dat ik hier studeerde in Amsterdam, dat je een gestolen fiets koopt voor 5 gulden was het toen nog. Want ja, dat kon. En dat doet iedereen. Dat is niet raar. Maar er zit vervolgens een hele crimineel netwerk achter. Hey, maar je hebt zelf de oplossing nu gegeven. Artikel 5, door de vingers zien, oké. Okay. Ja. Dus als we dat gedogen stoppen en jij als sheriff gaat optreden, dan krijg je van ons luid applaus, want dan worden de zaken weer aangepakt. Het gedogen is gestopt. Ja, maar ik ben er als burgemeester niet om als sheriff op te treden. Waarom ik heb niet? Een verantwoordelijkheid op het gebied van openbare orde en veiligheid. Ja. Dat doe ik met een heleboel andere organisaties. Maar ik ben ook gewoon burgemeester van mijn inwoners. Ja, ja. Doe je ernaast? Dat doe ik veel liever dan dat ik een pand sluit. Of dat ik dwars over je heen ga met allemaal repressief materiaal wat ik ter beschikking heb. Maar dat vinden wij misschien wel prettig. En het is ook niet een kerntaak van een burgemeester. Het vangen van boeven en het opsluiten van boeven behoort bij de politie en het Openbaar Ministerie en Justitie thuis. Nou, dan zet je die maar aan het werk. En we zijn één overheid, dus we kunnen netjes in hokjes gaan denken. Ja. Maar we hebben een industrie tegenover ons die enorm georganiseerd is. Ja. En een overheid die jarenlang enorm versplinterd is geweest. Die er steeds sterker in is geworden om zaken met elkaar te verbinden, informatie uit te wisselen. Maar we kunnen het niet alleen als de samenleving ook niet dingen meldt. Zelf optreedt, zich afvraagt of het kopen van dat pilletje wel zo'n verstandig idee is. Of het legaliseren van drugs wel zo'n verstandig idee is. Want er zit een enorme wil erachter. Toen ik begon met ondermijning een jaar of 10 geleden, toen was de geschatte omzet van de Nederlandse drugsexport was 3 keer die van de Nederlandse bloemenexport. Nou, inmiddels circuleren de cijfers die een veelvoud daarvan zijn. Ons kabinet zou een heleboel van zijn financiële problemen kunnen oplossen als ze daarmee bezig zijn. Het is absurd als je daarover nadenkt. Dus het zit een paar voordeuren van ons allemaal weg. En dat hebben we laten ontstaan. En voor een deel zijn we het ook normaal gaan vinden. Dat onderdelen daarvan die we tegenkomen, het kopen van die gestolen fiets, het kopen van dat pilletje, die zwarte werkster, nou, noem het allemaal maar op. Het is allemaal verweven. Ja, en dan kijken we jou aan en denken, ja, maar u bent toch burgemeester? Ja, en dan kijk ik terug. Ik ben jullie burgemeester. Maar in dit geval niet, maar wie weet, hè. Ik ben een burgemeester. Nou, die is voor mijn inwoners. Maar dat betekent ook dat daar weer de kerigheid in moet. Ik ga eens even vragen. Wat vinden jullie? Moet die burgemeester maar eens wat steviger optreden? Of moet hij juist een indringend beroep doen op ons?
Dat hoor ik een beetje. Nou, ik vind dat niet per se een tegenstelling dat we het heel goed zouden kunnen combineren. Dat het zowel een beroep is als op ons als burger zijn. Ja. Zodat dat, daarnaast de burgemeester ook zelf kan gaan optreden. En komt er dan iets bij in je hoofd dat je zegt van nou ja, ik snap wat hij bedoelt. Ik ga maar eens wat vaker melden. Nou ja, zo'n heling van fietsen bijvoorbeeld. Dat is iets wat heel veel gebeurt. Ik woon zelf in Utrecht. Daar heb je veel studenten die fietsen kopen voor 20 euro. Dat is wel iets wat vaker gemeld zou kunnen worden. En wanneer doe je dat dan? Ik doe het zelf niet. Nee, nee. Ja. Heeft iemand wel eens een keertje daar een melding van gemaakt? Ja. Niet van een fiets, maar wij wonen aan een soort hele leuke binnentuin met allemaal jonge gezinnen. En kregen een prostituerende, dealende buurvrouw. En daar hebben we toen ontzettend veel meldingen over gemaakt. Haar mailbox was open en de drugs lag erin. En het was heel openlijk, zeg maar. Ja. En toen viel het ons eigenlijk op hoe ontzettend veel moeite het kost. Ook voor nou ja, het openbaar bestuur dan om echt in te grijpen. Terwijl de wijkagent kwam steeds langs en zei, nee, we zien gewoon wat hier aan de hand is. Inderdaad, er wordt hier gedeeld. Maar dan om echt die bewijslast te krijgen, dacht ik, oh ja, dat... Dat, zeg maar, dat viel in die zin tegen, als je dan denkt van het is zo openlijk. Dat ook de moed een beetje in de schoenen zakt om het nog te melden eigenlijk. Ja, als je meldt, dan gebeurt er misschien helemaal niks. Ik kan me dat gevoel voorstellen, wat ik net al zei, de overheid is er ook jarenlang heel erg sterk in geweest om er niks mee te doen. Of het om het weg te bagatelliseren of van joh, get over it. Dat hoort maar vind je dan zelf dat de politie en OM maar eens wat tandje erbij moeten zetten? Nee, maar in zo'n voorbeeld, ik vind dat, nou, als ik kijk naar de omgeving waar ik in zit, dat is onbestaanbaar. En daar treden wij op. En dan zien we ook, ik heb een voorbeeld gehad bij mij in de gemeente van bewoners die het opviel dat een woning was aangekocht, die werd verbouwd voor echt tonnen. Daar reed een auto de oprit op, die zakte in de grond, de garage in, de gepantserde deuren. Ja, een gemeente van 30.000 inwoners onder de rook van Eindhoven. Zwaar gepantserde deuren, kogelvrij glas, camera's, je zag er overdag bijna niemand en 's avonds een heleboel beweging. Ja, die bewoners hadden ook echt iets, hier deugt iets niet. Dus die kwamen bij ons via van ja, daar is iets niet pluis. En toen zijn wij aan de gang gegaan. En dat vraagt dus wel bestuurders en de overheid die aan de gang gaat. Van wat weten wij van dat pand als gemeente? Wat weet de Belastingdienst van dat pand? Wat weet het Openbaar Ministerie van dat pand? Wat weet de politie van dat pand? En dan leg je informatie bij elkaar. En dan zijn we op een gegeven moment binnengevallen. Ik zal je de details besparen. In het boek van Bram Endendijk, een collega van jou, kun je dat ook nog wel nalezen, deze casus. En dan kom je pillen tegen. Hij zei dat het voor Viagra was, maar dat bleek toch wel iets anders te zijn. Enorme hoeveelheden. Cash, wapens, drugs, dure materiaal en nauwelijks een inkomen. En hij zou in het buitenland wonen. Nou, als overheid heb ik dat pand voor een jaar gesloten. Bevoegdheid van de burgemeester. Die zaak is een paar weken geleden voor de rechter gekomen. Er zit 5 jaar tussen. Dan krijgt iemand 26 maanden, 50.000 euro boete en nog een paar van die dingen. Dan zijn we echt uit balans met elkaar. Dus dat vind ik ook wel belangrijk om op te merken. Maar het feit dat we binnenvielen, auto's in beslag namen, huizen sloten en met die in beslag genomen auto nog eens een rondje reden door de buurt, leidde er wel toe, de vlag werd nog net niet uitgestoken. Maar ik merkte van, de overheid treedt op. En ik zag een enorme toename in meldingen, ook bij misdaad anoniem of bij de wijkagent, en dan gaan ze maar door. Dus daar zit ook, denk ik, die wederkerigheid die ik aangeef. Mensen mogen verwachten dat de overheid optreedt. Ik vind het onbestaanbaar dat het daar niet gebeurt. En ik merk dat als we optreden, dat er dus ook iets op gang komt. Ja, ik denk de pech misschien dat in Amsterdam, wij kregen letterlijk van de naam mevrouwtje, we hebben 200 van dit soort gevallen in uw buurt te horen. Ja. Dat is ook een verschil in... Ja, ik vind het onbestaanbaar, want al zijn het er 200, je moet ergens beginnen. Ja, wij hebben... Ja. Wij moesten onze buurman letterlijk tegenhouden om niet de steen door de ruit te gooien. Ja. Omdat hij een soort wanhopig werd. Ja, en als hij dat doet, krijgt hij wel een boete. Ja, hij heeft het uiteindelijk niet gedaan. Ja. Nee, maar ik geloof dat gisteren of eergisteren is de notitie ondermijning van de gemeente Amsterdam ook uitgekomen. En daar wordt ook een uitspraak aangehaald van Cruijff, die ik ook heel vaak gebruik. Je ziet het pas als je het doorhebt. Maar als je het doorhebt en je gaat het melden, dan mag je ook verwachten dat de overheid optreedt en dat het doet. En daar zijn we ook goed in, steeds beter geworden. Oké, ga je van iemand die nee zit te schudden, want je hebt al een paar keer gezegd. Ja. Ik zit nee te schudden, omdat helaas hier in Nederland, misschien door de democratie of hoe je het ook wil formuleren, als ik een melding van maak, die gozer die staat 2 dagen later gewoon weer op straat en doet hetzelfde.
Dus ik heb meer een beetje problemen met de hele strafmaat hier in Nederland. Dan eigenlijk, ja, we kunnen nu wel het publiek erbij betrekken. Of we gaan samenwerking zoeken met de private, publieke sector, weet ik veel. Okay. Maar er gebeurt gewoon niks. Want die dader, of diegene die je probeert aan te geven, die staat weer op straat een paar dagen later. Ja. Ja. Dat vind ik eerder ondermijnend, om eerlijk te zijn. Ja, ik vind dat ook ondermijnend. En dat is ook een reden dat ik bijvoorbeeld in VNG-verband, om die andere pet maar eens op te zetten, ook regelmatig aan tafel zit met minister en Kamerleden om te praten bijvoorbeeld over de strafmaat. Daar zijn ook hele discussies al over aan de gang van, is dat nog van deze tijd? Zo'n voorbeeld wat ik noemde van, het duurt 5 jaar en dan krijgt iemand 26 maanden, waarvan 10 voorwaardelijk van, ja, waar zijn we met elkaar mee bezig? Rizé. Dus daar moet je ook echt iets aan doen. Dus ook op dat soort borden schakelen. Maar wat zeggen ze dan bij justitie tegen jou? Want het is indringend appel, je kunt de voorbeelden aantonen. Dit is ook ergernis bij burgers. Ik zie dus ook wel in de gesprekken die we dan voeren in Den Haag, dat er beweging is over de strafmaat. Hoe doen we dat met elkaar? Het is wel iets, het vergt lange adem. En we weten ook, niet naïef, als we hier erg goed in zijn, criminelen willen geld verdienen, het kwam net al over tafel, wordt er weer iets anders bedacht. Maar dat is voor mij geen reden om de kop in de schoot te leggen, want ik ben aangesteld om te zorgen voor de veiligheid en de leefbaarheid van de bewoners in mijn gemeente. En als die dat van mij verwachten, dan verwacht ik ook van hen dat ze me daarin helpen. En dan snap ik het cynisme van ja, over, na 2 dagen staat hij weer op straat. Dus daar moeten we ook iets aan doen, maar dat is geen reden om niks te doen. Nee, dat kan ik me voorstellen. Nogmaals, u geeft zelf aan, u snapt het cynisme. Maar kunt u ook voorstellen dat mensen naast het cynisme ook zeggen van ja, weet je, het is gewoon een verloren energie, zeg maar. U bent ervoor aangesteld, de politie die moet hun werk doen. En we gaan er vanuit dat zij het maar doen. Want ja, we kunnen helpen wat we willen, maar we zien geen verbetering in die wijk of in de plaats. Okay, dat... Kom een reactie wat ik al even. Ja, mag ik de vraag stellen? Waar voelt u eigenlijk de meeste tegenwind? Van de burgers, van de middelen die u heeft, van de wetten, of eigenlijk van alle drie? Of vergeet ik nog iets belangrijks? De meeste tegenwind. Ik denk toch, dat vind ik een lastige vraag hoor. De meeste tegenwind. Ik heb het meeste last van, bijvoorbeeld als ik optreed in wijken, een andere wijk bij mij in de gemeente geweest, dat je dan terugkrijgt uit zo'n wijk van, ja, maar dat wist toch iedereen al? Ik denk, ja, als iedereen het dan al wist, waarom heb je het dan nooit gemeld? Omdat je misschien denkt van, ja, er wordt toch niks aan gedaan. Nou, ik sta in de startblokken om er wel iets aan te doen. Samen met die marinier en die jeugdwerker en het Openbaar Ministerie en de politie. Dus om ons in staat te stellen om op te treden, moet je ons ook wel informatie aanreiken. Maar ga ik toch even, jullie zeggen, je weet al heel veel. Door allerlei databases te vergelijken, uitkeringen, belastingdienst, et cetera. Kun je Het moet wel traceren. Ergens beginnen. Er moet wel een... Je hebt onze meldingen niet nodig. Ik heb jullie meldingen wel nodig. Waarvoor dan? Als ik in zo'n wijk terughoor, omdat we ergens optreden, van ja, dat wist ook iedereen al, dan denk ik, waarom wisten we dat dan niet? Er loopt toch een wijkagent rond die dat kan zien, zeg ik maar eventjes. Het draait hem om. Ik ga terug naar die wijk. Als ik uit zo'n wijk terughoor, van ja, dat wisten jullie toch al lang, dat wist toch iedereen hier, waarom heb je het dan nooit gemeld? Waarom zou ik? Het heeft geen zin. En dan probeer ik ook terug te geven met door wel op te treden als mensen melden, het heeft wel degelijk zin. Want als je meldt, dan gaan we ook aan de gang. En ja, we hebben allemaal onze tekortkomingen. En de laatste jaren is het ook wel zo geweest dat we in bestuursrecht vele malen sterker geweest in korte klappen en snel doorpakken dan het strafrecht. Dat is ook zo. Maar dat vraagt wel dat we informatie hebben en kunnen optreden. En dat vraagt ook wel weer bestuurders vervolgens. De collega uit Rotterdam werd ook al aangehaald. Die de ballen hebben om door te pakken. Ja. Maar ik proef toch een beetje van, als de overheid meer ballen toont, gaan wij meer melden. Dat zeg eigenlijk zelf ook. Alsof de overheid iets anders is dan wij. De overheid is er voor ons. Nee, jij bent ambtenaar en wij zijn burger. Wij hebben een andere baan. Of geen ambtenaar ben. Nee. Een andere. Maar je bent de overheidsdienst, toch? Ja. Ja, maar de samenleving, dat zijn wij. Ja. Het is niet iets van de overheid, het is een of ander abstract instituut daar. Okay. Voelt dat zo? Dat maakt elkaar afspraken voor ons. Voel je dat je ook een beetje de overheid bent? Nou, ik ben journalist, dus nee. 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 Even iemand aan. Voel jij een beetje dat je ook de overheid, dat zijn wij? Of? Nee. Nee, dat is toch wat ingewikkelder dan het is. Nee, maar ik zeg ook de samenleving. Ja. Je bent toch verantwoordelijk voor je eigen omgeving, dus daarmee ben je in zekere zin voor een overheid. Ja. Nou. Als je dan meldt dat er illegale prostitutie is en drugshandel en zo, je hebt het wel gemeld met al je buren in je hofje. En er gebeurt niks. Dan is het de overheid die niks doet. Dat is gekmakend. Ja, ik vind dat bizar. Ja. Ja.
En ik verwacht dan ook dat de journalist daarover schrijft. Dat de burgemeester op zijn flikker krijgt. Ik zie twee mensen nog. Die willen reageren op die vraag. Zijn wij nou echt die overheid? Want dat is een beetje waar de spanning zit. Nou, ik vroeg me ook nog af. Want de melder wordt toch ook genoemd in het... Meldmisdaad anoniem is anoniem. Oké, dus dan... Ja, maar dat is ook slomig. Als je echt de buurvrouw... Meldmisdaad anoniem is wel minder waard dan een rechtstreekse melding. En dan komt het in een strafdossier. Heel veel mensen vergissen zich daarin. Die zijn naar de politie gelopen. Die zijn boos. Die zeggen, ik ga het nu eens vertellen. En zei met naam, toenaam, adres, geboortedatum in het dossier. Exact. Daar word je weer voorzichtig van. Ja. Ja, ik wilde even reageren op iets wat u zei. U zei, we weten toch al zoveel. We hebben suggestie, databases van UWV en u noemde nog een aantal instanties. En die kan je toch over elkaar gooien. Is dat zo? Of staan daar wetten in de weg en praktische bezwaren? Ja. Maar je hebt zelf gezegd in het begin, we kunnen steeds meer dingen... Ja, als we de signalen hebben, als we de signalen, en de aanleiding hebben, dan kunnen we dingen gaan combineren en dan mogen we informatie uitwisselen. Dat mag niet zomaar, want we zijn een waanzinnig mooie open democratie, waar ik ook enorm trots op ben en die ik erg koester. En we hebben de privacy van onze inwoners ook hoog in het vaandel. Maar om maar een voorbeeldje te noemen uit mijn eigen praktijk. Wij controleren wel eens adreskwaliteit, van woont iemand wel op het adres wat is ingeschreven, wie zit er eigenlijk allemaal aan de deur. En dan kom je dingen tegen dat je denkt van, god, dit is wel heel interessant. Je deugt iets niet. Dat zou ik ook wel eens tegen mijn uitkeringsinformatie willen aanhouden. Want dan denk ik dat ik er zomaar wat uitkeringen uit ga plukken die niet goed zijn verstrekt. Dat mag ik niet. Okay. Nou, dat is maar een heel klein voorbeeld. En, wat verschillende instanties in de gemeente, afdelingen aan informatie over jou en mij hebben, mogen ze niet met elkaar delen. En terecht, we hebben recht op privacy. Ja. Oké, ik geloof dat Charles iets wil zeggen, dan zie ik daar ook iemand die iets zou bijdragen. Ja, Ik wilde toch wel even een opmerking maken over de suggestie die net op tafel werd gelegd van een soort wij en zij. Mm-hmm. Van jullie zijn de overheid en wij niet. En alsof dat daarmee het enig handelt optreden tegen dit soort fenomenen bij de overheid zou liggen. We hebben net van hem het verhaal gehoord hoe krachtig sociale druk is. En wat sociale druk doet in het beïnvloeden van gedrag. In zijn voorbeeld het verkeerde gedrag. Maar dat zouden we ook om kunnen buigen en zeggen... Oké, wij hebben dus ook met elkaar in de wijze waarop wij een gemeenschap vormen... een zekere moraliteit. En die moraliteit, die leven wij na. En dat betekent dus ook dat wij in het sociale domein... waar we met z'n allen in de publieke ruimte zijn... Bepaald gedrag niet accepteren. En het niet in een... wij of zij tegenstelling leggen van ja, dat moet de overheid maar een melding krijgen en de verplichting op zich laden om daar tegen op te treden. Want dan leven we ook nog een keer in een rechtsstaat, waar balans is en ik blij ben dat de overheid niet mijn pand binnenstampt op de eerste de beste melding, omdat ik er camera's heb hangen. En dat zal dan wel zijn omdat ik crimineel ben. In mijn geval is dat niet zo. Dus ik ben blij dat de overheid dan mijn gebouw niet binnenstampt en zegt... goh, wij komen op twee meldingen dat hier toch wel camera's en enzovoort. Dus ook dat rechtsstatelijk belang van... mogen we alsjeblieft even, los van wat iedereen weet en wat we met elkaar doen... in termen van corrigerend gedrag in onze gemeenschap... ook naar een overheid die met een zekere distantie kijkt naar... waar treden we nou wel en waar treden we nou niet tegen op? En hoe doen we dat op een zodanige manier dat we niet, laten we maar zeggen, een hetze creëren in de richting van iemand die toevallig paars haar heeft of iets anders. Oké, daar staat een lekker waarborgen. Dus die twee waarden wilde ik nog wel even op tafel leggen. Ja, dankjewel. Bob. Ja. Wat vindt u van het advies van de Raad van State over de rol van de burgemeester in ondermijning? Nou, daar zitten verschillende onderdelen aan. Hè. Het is een advies... wat een reactie is op een verzoek van regio-burgemeesters, waaronder ook ikzelf, rust op ons een aantal terreinen meer toe. Ze zeggen bijvoorbeeld, nou, burgemeesters hebben niet meer bevoegdheden op voorhand nodig. Nou, daar kan ik me ook iets bij voorstellen, want we zijn niet in het leven geroepen om sheriff te zijn, vind ik ook. Maar de lobby is wel groot om dat toch te doen. Wat ze ook zeggen is het punt van informatieuitwisseling. En de minister heeft daar van de week ook nog iets over gezegd. Wat ik wel een hele lastige vind is... ik ben erg voor mijn eigen privacy en mijn eigen informatie. En daar heeft de overheid helemaal geen bal mee te maken. Maar het criminele netwerk wat twee deuren verderop zit, ook hier waarschijnlijk... gebruikt ook die enorme privacywetgeving als schild om hun activiteiten achter te verschuilen. En dat vind ik wel weer een hele lastige van de Raad van State. Dat ze daar zeggen van ja, dat kan al in voldoende mate.
Dus ik herken me in van, nou, je moet je echt heel serieus afvragen waar je een burgemeester mee uitrust. Want we hebben een scheiding der machten. We hebben ook een officier van justitie die gaat over strafrecht. De politie die staat onder het gezag van de officier van justitie als het gaat over strafrecht en boevenvangen. En onder het gezag van de burgemeester als het gaat over de openbare orde en veiligheid. Dat moet je niet te veel met elkaar gaan vermengen. En ik vraag mezelf ook wel eens af, met alle bevoegdheden die ik de afgelopen jaren erbij heb gekregen. Ik ben nu 12 jaar burgemeester. Of die balans wel goed is tussen datgene wat je bij een burgemeester neerlegt en wat eigenlijk thuis hoort bij een officier van justitie. En okay. Dat is volgens mij ook waar de Raad van State de vinger op de zere plek legt. Van, ja, dat moet je echt even goed over nadenken. Want we zijn wel een rechtsstaat met elkaar. Ja. En is dat uw standpunt of van de VNG? Dat is mijn standpunt. Maar okay. Als VNG hebben we er wel voor gepleit. Geef ons meer mogelijkheden, vooral ook om informatie uit te wisselen. Want zo'n voorbeeld wat ik net noem over adreskwaliteit. Ik vind dat bizar. Tegelijkertijd weet ik dat ik dus uitkeringen blijf verstrekken aan mensen die daar absoluut geen recht op hebben, waar u en ik belasting voor betalen. Okay. Ja, dat is toch absurd? Ja. Even terug naar Valkenswaard. Heb je daar nou meer verantwoordelijke burgers die ook meer melden inmiddels gekregen? Ja, zodat wij een beetje snappen hoe we zijn. Wel dat voorbeeld wat ik noemde, dat is een pand dat ik aangepakt heb in 2014. Ik zag echt een enorme stijging in meldmisdaad anoniem. Dus er komt veel meer binnen. En mensen zijn er ook wel blij mee dat we optreden. Want ja, ze mogen, als ik het op mij betrek... Oké, dat verhaal kennen we. Maar even die wijken waar je weet dat de hennepkwekerijen zijn en iedereen daar een beetje aan verdient. En dat je eigenlijk sociale druk, maar dan niet onder jongeren, maar onder volwassenen, zeg maar, ouderen. En dan weet ik wie er allemaal meedoen. Hoe maak je daar werk van? Want dat is een enorme sociale cohesie. Mm-hmm. Er wordt gewaarschuwd als er iemand langskomt. Dan was denken, oh, die ja, kan kijk, misschien melden. Er zit een heleboel positieve kanten aan. Hè. De Vogeltjesbuurt in Tilburg kwam net ook al voorbij. Of Rotterdam-Zuid. Daar zit ook het voordeel van samenlevingen die op die manier op elkaar betrokken zijn. Is dat ze ook een heleboel dingen voor elkaar over hebben. En dingen regelen. Je helpt elkaar. Je helpt elkaar. Maar dat is iets anders. Of dat je de dingen doet waarbij je je morele kompas bent verloren. Nee, maar ze hebben hun eigen morele kompas ontwikkeld. Wat ik wel merk in de wijken in Valkenswaard, dat mensen er ook gewoon grote irritatie aan hebben. Bijvoorbeeld dat de buurman met illegale activiteiten geld verdient en het breed laat hangen en ga ze maar door. Terwijl je zelf van 9 tot 5 hard moet werken en je belasting betaalt. Dus die verwacht ook, en die mag ook verwachten, dat we optreden. En die is daar ook blij mee. Maar dat vraagt wel dat als je iets meldt, dat er wordt opgetreden. Maar het lukt je dus om die fouten sociale cohesie te doorbreken? Ja, dat is de keerzijde ervan. Het heeft ook te maken met ons als overheid zelf, doordat we het jarenlang maar hebben laten gebeuren. Ja. En dat raakt ook aan, kwam net voorbij, het gedoogbeleid van softdrugs. Is natuurlijk vrij bizar dat wij een stelsel met elkaar overeind houden waarbij de achterdeur volledig in een wereldwijd crimineel netwerk circuleert. Oké. Okay. Zijn er nog vragen aan de burgemeester of dingen waarvan jullie zeggen, die wil ik even weten? Oké, dan ben ik even benieuwd. Ik heb jullie niet gehoord, dames, vanavond. Wat voor gevoel heb je nou overgehouden aan deze ondermijningsdiscussie? Ga je gang. Ja. Hallo, goedenavond. Een hele goede speech, denk ik. En ook wat weergeeft hoe de realiteit in het echt is. Ik denk dat het altijd een dubbel verhaal zal blijven. Dat er alleen maar handhaven is niet genoeg. We zullen ook onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Ja. Ik geloof echt dat ieder van ons een stukje overheid vertegenwoordigt in zijn eigen wijk. Oké. Dus goed. Ja, dit is ieders verantwoordelijkheid. Wij zijn ook de maatschappij, ja. Oké, even de dames hier vooraan. Ik ben zo benieuwd. Een beetje hard. Ik ben vooral gefascineerd door alle vier sprekers. Mm-hmm. Want ik kom hier vanuit de HVA met mijn leraren. Omdat wij minder drugs in Amsterdam. Oh, ja. Okay. Heel vrijwillig. Ja. Wat was jullie de reden om hier te komen? Nou, vanuit dus een minor die ik volg, drugs in Amsterdam. Okay. En ik heb dus eigenlijk meer kennis opgedaan. Ja. Oké. En heb je ook iets interessants gehoord van zeggen? Dat is misschien wel een oplossing. Ik vind het lastig, omdat het allebei keerzijden. Precies. Ja. Moet je nou handhaven? En als je te veel handhaaft, wat gebeurt er dan? En tegelijkertijd moet je de verantwoordelijkheid ook bij de burgers neerleggen. Maar hoe doe je dat dan?
Ja. Dus een oplossing heb ik niet, nee. Leuk onderwerp voor in het college ook. Ja, ja. 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 Nou, wellicht is het een idee om adviserend te zijn, ook vanuit de overheid naar de burger toe. Misschien is er te weinig qua wat drugs bijvoorbeeld met men doet. Als de burger daar niet van op de hoogte is, want als je ervan uitgaat dat de burger dat wel weet, ja, dan kan je ook niet verwachten dat ze daar zeg maar op een of andere manier op kunnen anticiperen. Dus waarom zou je als overheid niet meer adviserende rol kunnen aannemen om de burger dan mee te krijgen en dan ook de ogen in de wijk wat scherper te stellen? Ik denk dat dat een input is. Leer mensen kijken naar de maatschappij. Ja, ik heb al eerder gehoord vanavond. Het valt mij op dat van, ja, ik hoor een paar keer terug van, ik heb er geen idee van wat daar allemaal achter vandaan komt en in wat voor wereld dat is. En die heb ik wel even genoteerd vanavond. Van ja, daar hebben we nog echt wel iets te doen in mensen voorlichten van wat voor netwerk er allemaal achter zit en wat erachter speelt. Right. Misschien even in deze kant nog even zijn een paar mensen. Ja, die meneer. Ja. Je was aan het begin van de avond het woord. Nou, je hebt de hele tijd geluisterd. En nu denkt u... Wat mij wel integreren was de burger. Hè, neem je burgerplicht. Nou heb ik 2 jaar in Duitsland gewoond. En daar nemen ze dat heel serieus. Oh. En op een gegeven moment dan vertellen, wat doen ze daar? Ja. Dan loop je op een gegeven moment ook niet meer door rood licht. Omdat je gewoon wordt aangesproken. Van, hé, er staat hier een kind naast me. En jij loopt door rood. Ja. Dus dat is niet juist voorbeeld. Dus ik vroeg me af, hoe ziet de ondermijning in Duitsland eruit? Nou, dan heb je vast contacten. Nou, ik had toevallig vandaag er nog een gesprek over, maar dat ging over België. Het feit dat we in Nederland vrij goed geworden zijn in het samen als één overheid optreden en informatie uitwisselen, maakt ook dat we bepaalde vormen over de grens heen aan het duwen zijn. Bijvoorbeeld hennepkwekerijen. Wat ik wel plezier vind aan je Duitse voorbeeld is, als je daar bijvoorbeeld de structuur zou hebben die we hier in Nederland hebben qua bevoegdheden, samen met die burgerplicht, dan maak je een heleboel meters. En wat mij in Nederland echt irriteert, is het feit dat we doen alsof daar die tegenstelling is tussen jullie van de overheid moeten maar oplossen. Ja, ja. En wij hebben daar geen schuld of verantwoordelijkheid in. Maar dat leeft wel een beetje. Misschien niet heel erg uit uitgesproken. Ik snap waar dat vandaan komt. Ook omdat de overheid jarenlang door de vingers heeft gekeken. Ja. Maar dat kantelen wij alleen maar als wij zelf onze verantwoordelijkheid nemen. Ja. En dat begint misschien wel bij zoiets simpels. Maar dan heb je het wel over dat morele kompas waar de marinier uit Rotterdam het over had. Ja, nee, die blijft wel hangen vanavond, dat morele kompas. Ja, okay. Wat zou u als journalist schrijven? Als u een artikeltje zou schrijven, wat zou u dan als titeltje erboven zetten? Na vanavond, van nou... Eind in zicht of nee, zeg maar. Ja, daar hebben we altijd weer eindredactie voor. Oh, dat doet de eindredactie. Zat er dan iets nieuwswaardig in? Oh nee, ik zal niet even een moeilijke vraag stellen. Geef het even hier. Ja, kom maar. Die meneer volgens mij. Ja. Wat mij eigenlijk bijblijft van alle vier de sprekers, is dat eigenlijk alle vier eigenlijk een betoog houden voor het tonen van lef. Hè? Ook een stuk van probeer je kop uit te steken op het juiste moment. Ik denk dat het in deze tijd lastig is, omdat we ook het gevoel hebben, eigenlijk misschien de grootste ondermijning ligt ook wel misschien in vorm, een deel ook natuurlijk vandaag uitgesproken, van op het moment dat je probeert je kop uit te steken, ben je dan zelf niet de volgende. Dus ik denk dat daar ook veel in zit. Maar eigenlijk dat blijft me eigenlijk het meest bij van deze avond. Hè? Het stukje lef tonen, eigen verantwoordelijkheid nemen. Ik ben het ook zeker eens met de laatste spreker. Want we zijn allemaal verantwoordelijk voor onze eigen leefomgeving. En daarin ook inderdaad wel respect voor de rol die je vervult. Ik bedoel, inderdaad, burgemeesters zijn ook veel in het licht. Lijkt me geen makkelijke positie op dit moment. Dus leuk om het eens van deze kant te horen. Ja, ook wel eens bedreigd, hè? Ja. In het verleden, ja, precies. Maar het lef tonen, hoe krijg je weer lef? Dat is een interessante vraag. Nou, hij gaat 2 kanten uit, hoor. Ik kan me nog steeds boos maken over het voorbeeld wat jij noemde. Dat is onbestaanbaar, dat daar niemand optreedt. Dus dat vraagt wel mensen met lef die gewoon doorpakken. En dan heb ik ook wel de overtuiging dat je vervolgens dus ook bevordert dat mensen het lef tonen om te zeggen, ik meld het de volgende keer weer. Ja. Ja. In één keer goed handelend opgetreden was. Ja. Ja. Wat ik denk dat ook had gekund. Problemen of zo.
Nou, het, nogmaals, en misschien is dat er nog eentje, meld misdaad anoniem, is anoniem. En dat helpt ons al enorm. Een collega uit Breda gebruikt wel als je bent een held als je meldt. Dat vind ik ook echt, ook als het voorbeeld heb van die kinderen. Wij beschermen onze kinderen als wij met elkaar opstaan en zeggen, dit pikken wij niet, want we houden een industrie in stand die ook ons nageslacht bedreigt. Ja. Dan maak je het wel heel groot, maar daar komt het wel op neer. En als het gaat om vertrouwen in de overheid, als jij nou vertrouwen geeft, krijgen anderen dat ook weer sneller. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Als wij het laten liggen, dan, ja, goed, dan gaan burgers het zeker niet doen. Goed. En nog harder kreten? Anders, ja. Dan gaan we de avond afronden. Soms gaan ze naar voetbal kijken. Ja, een beetje de stand. Ik zag je stiekem kijken. Ik ben afgetest door betaald voetbal. Oké. Precies, daar ben ik verspot aan kijken. Voor mij is 12 juni het volgende debat. Dan zou het wel eens kunnen gaan over, ja, moeten we misschien niet sneller straffen? Het kwam vanavond ook al een beetje langs. Maar ja, je wil ook nog een zorgvuldig proces. Dus waar zit ook daar weer de balans? Maar daar wordt u nog nader over geïnformeerd. Ik dank u voor de komst en graag een hartelijk applaus voor alle sprekers en ook voor de laatste burgemeester. APPLAUS